Oké, ik hoop dat het is gelukt en dat jullie nu mijn hoofd zien in plaats van dat hele mooie wachtscherm. Want hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze livestream. Oh, ja gelukkig, Star Stable doet het. Oh, ik zag even een zwart scherm, maar we zijn er jongens. Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable livestream. En deze livestream die doe ik dus omdat ik 60.000 YouTube abonnees heb gehaald. Woehoe! Dus daar ben ik heel erg blij mee en om dat te vieren doe ik dus vandaag deze livestream. En ik had deze livestream aangekondigd op YouTube bij het Tabblad Community. En als je dan geabonneerd bent, dan krijg je daar volgens mij een melding van. En ik had het geplaatst op Instagram en zelfs volgens mij ook op Facebook in een berichtje helemaal onderaan. Dus ik hoop dat jullie het wisten dat ik vandaag live zou gaan. Ik zie dat er nu al 426 mensen live aan het kijken zijn. Ah, dat is echt heel veel. Gelukkig kijken niet alle 60.000 mensen mee, want dat zou heel veel zijn. Maar oké, ik hoop dat jullie hebben genoten van de achtergrondmuziek. En ondertussen was ik mijn paard aan het opzadelen en was ik dit knopje steeds aan het indrukken. Dus het was niet dat ik agressief was en die knop de hele tijd zat in te rammen. Maar ik vond het geluid gewoon heel erg grappig. Maar goed, ik was dus ondertussen mijn paard aan het opzadelen en ik ga nu mijn stal uit. Ik ben ontzettend benieuwd. Kom gezellig ook Star Stable uit... wacht, die zin ging helemaal fout. Maar kom gezellig ook Star Stable spelen als je erbij wil zijn. En heel veel mensen vragen om de server. Oh, deze mensen hebben toevallig goed gegokt. Want ik zit op de server Dandelion Hill. Misschien moet ik dat eventjes in mijn berichten dingetje zetten. Of, oh nee, ik kan het natuurlijk ook gewoon in de livestream zelf zetten. Dat is mooier. Want anders dan staat het in beeld en dat vind ik lelijk. Dus ik zet het in de chat. De server is server... Dandelion Hill. Dandelion Hill. Ik hoop dat ik het goed heb geschreven, want ik schreef het super snel. Oh, mensen hebben gewoon de server al gezegd, terwijl ik zelf nog niet eens heb benoemd welke server. Maar het is dus de server Dandelion Hill. Dus ik heb heel erg veel zin in. Hey, wanneer komen er weer nieuwe slijgpaarden op de webshop? Ik hoop binnenkort, maar het zijn heel veel slijgpaarden. Maar er komen weer nieuwe slijgpaarden op mijn webshop. Maar goed, superleuk allemaal dat jullie erbij zijn. Het is een hele regenachtige middag, dus ik denk het is wel het perfecte weer om vandaag een livestream te doen. Ik wist niet dat het nu slecht weer zou worden, dus daar hebben we wel geluk mee. Maar oké, ik heb ook helemaal geen plan eigenlijk voor vandaag. Ik heb natuurlijk afgelopen woensdag heb ik de Star Stable update niet gefilmd, want ik moest iets anders heel erg leuks filmen. Er was namelijk een zebraatje geboren, een zebraveulen, bij Dierenpark A. En daar werk ik natuurlijk voor 2 dagen in de week. Dan maak ik de video's, foto's, social media dingen, bla bla bla. Maar goed, er was ineens een zebraveulen geboren. En omdat ik daar heel veel dingen film, moest ik ineens het zebraveulen gaan filmen. En dat is denk ik wel de beste reden ooit om geen Star Stable update te filmen. Want ik moest een zebraveulen filmen. Wie kan dat nou zeggen? Ik denk bijna niemand. Maar zo van, ja, in plaats van de Star Stable update had ik nou een zebraveulen om te filmen. Wie kan dat nou zeggen? Dus goed, dat was heel erg leuk en... Ja, als je wat meer over dat zebraveuletje wil lezen, dan kan je kijken op de kanalen van Dierenpark Amersfoort. Want er staat daar dus het nieuws over het zebraveuletje en waarom we daar ook zo blij mee zijn. En de update van woensdag heb ik daar niet gefilmd, maar er kwam wel een andere hele leuke video online. Want ik ging om 7 uur 's ochtends opstaan, of nee, eigenlijk een uur eerder, om het allereerste Star Stable kampioenschap van de dag te spelen. Want je hebt op Star Stable natuurlijk al die kampioenschappen. Oh, ik dacht mijn paard zal wel stoppen, maar hij rent door. Kijk, al die kampioenschappen op verschillende tijden. En ik ging het kampioenschap om 7 uur 's ochtends doen. Want ik was heel erg benieuwd van... Oké, hoeveel mensen zullen er dan meedoen aan zo'n Star Stable kampioenschap? Want welke gek gaat er nou zo vroeg opstaan? Nou ja, dat waren dus best wel veel. Maar goed, als je wil weten hoe die experience was... Kijk dan even op mijn YouTube kanaal de video van vorige woensdag. Ik vind hem heel erg leuk geworden. En dan kom je erachter hoeveel mensen er meedoen aan een Star Stable kampioenschap om 7 uur 's ochtends. En ja, wat de update dan eigenlijk was van woensdag is mijn... Mijn minst favoriete update van het jaar. Dus ik was eigenlijk heel erg blij dat ik ineens niet hoefde te filmen. Het kwam echt heel erg goed uit. Want jongens, ik ga het nog niet zeggen. Wat is mijn minst favoriete update van het jaar? Laat het even weten in de reacties. Ik ben benieuwd of jullie het een beetje kunnen raden. Want ik heb echt een hekel aan die update. En toevallig kwam die net woensdag uit. Dus ik was heel blij dat ik die had gemist. Oh, kijk hier, ineens allemaal paarden. Maar omdat ik zo'n enorme hekel had aan die update, gaan we hem gewoon nu nog een keertje doen. Yay! Nee, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat ik dan eigenlijk heb gemist. En ik zie dat ik hier op de kaart... Oh, ja, dat gaan we doen. Naar de renbaan van de barones. Want daar heb ik nog een missie. En als er straks weer missies komen, dan
heb ik een probleem. Net zoals de vorige keren. Oh, mensen hebben het al geraden. Midzomerfeest, midzomerfestival. Van diezelfde feesten, zoals midzomerfeest, omdat die altijd hetzelfde zijn. Ja, het is inderdaad het midzomerfeest. Ik weet het niet, maar ik heb niks met dat evenement op Star Stable. Het zal in het echt best wel leuk zijn hoor, maar... Op Star Stable, ik moet er altijd maar om lachen. Ik kan het niet serieus nemen. En wat is het hier druk, jongens. En midzomerfestival op Star Stable, ik heb het nooit leuk gevonden. Maar goed, ik wil nou eigenlijk stiekem kijken wat ik heb gemist. Maar ik begreep van jullie al dat de update niet zo heel erg leuk was. Omdat je geen XP kreeg voor je poppetje. Dat vond ik heel erg raar. Oh, wacht even, dat paard ziet er heel erg mooi uit. Is dat een witte IJslander? Sophie Wiseford. Wauw, die is mooi. Oh, volgens mij kan je die niet kopen, maar zit die in de app toch? Oh nee, Sophie, niet weglopen. Oh, die vind ik heel mooi. Maar ik heb al een witte IJslander, maar dat is de oude. Dus dan wil ik eigenlijk niet nog eentje kopen. Ja, oh, afval. Wacht, ik ben afgeleid. Ik weet niet meer, waar was ik met mijn verhaal ook alweer gebleven? Het is nu al leuk. Yay, dankjewel. Hop, oké, ik heb hem. En ja, wat we verder dan gaan doen... Verstoppertje of zo. Ik had nog gedacht aan een Kahoot. Om een Kahoot te doen. Maar ik had uiteindelijk niet zo heel veel tijd meer om een Kahoot te maken. Wat ik wilde maken over mijn YouTube kanaal. En dan allemaal quizvragen over mijn YouTube kanaal. Omdat ik dus 60.000 abonnees heb behaald. Maar dat is helaas niet gelukt. Misschien de vorige keer. Maar ik hoop dat jullie er nu al heel erg veel zin in hebben. En de chat loopt lekker door zo te zien. Ik heb ingesteld dat je alleen kan chatten als je abonnee bent van mijn kanaal. Voor 2 minuten. Want ja, dat is wel het leukste als echte trouwe fans. Trouwe fans die meer dan 2 minuten lang fan zijn. Dat die een chat kunnen achterlaten. Ja, ik vond het ook zo lullig om iedereen al 5 minuten te laten wachten of zo. Dus als je langer dan 2 minuten abonnee bent, dan kan je deelnemen aan de chat. Yay! En we zijn nu trouwens aangekomen bij het Midzomerfeest. En... het is inderdaad gewoon een exacte kopie als vorig jaar. Maar ik heb, jongens, het beste nieuws ever. Ik ben hier super blij mee. Want ik las dus dat dit de allerlaatste keer is dat Star Stable het midzomerfeest gaat vieren. Yay! Woehoe! Er waren heel veel verdrietige reacties toen we Star Stable het zei. Want het kwam volgens mij op Instagram. En allemaal mensen die ja, allemaal verdrietig waren van oh, jammer. Maar ik weet het niet. Ik vind het midzomerfeest gewoon niet leuk. Dus laten we even kijken hoe ver we komen voordat ik het alweer zat ben. Praat met Ranger Marisol. Oh ja, daarom waren heel veel mensen dus boos. Want je krijgt geen XP voor je poppetje. Nou, je krijgt er wel geld en XP voor je paard. Maar als je een race doet, ben je natuurlijk 30.000 keer sneller klaar dan dat je... Oh, was dat de enige missie al? Oh nee. Oh nee, nu moeten we hier natuurlijk weer allemaal klusjes gaan doen en zo. Ja, maar als je er inderdaad geen XP voor krijgt, dan weet ik ook niet of het de moeite waard is om dit te doen. Haal een stapel boomstammen op bij de boerderij van de oude Jasper en leg ze neer op de plek van het vreugdevuur. Nee, hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want dat hebben we dus inderdaad vorig jaar ook gedaan. Maar is het dan ook helemaal niet veranderd? Ja, en deze Stanislav die vraagt zeker of wij die boom kunnen bouwen. Ja, zie je, je kunt midzomer niet vieren zonder mijn boom. Ik heb het niet eens gelezen. Het gaat gewoon, want ik herken die naam nog van vorig jaar. Oh, maar dan krijgt mijn paard 30 XP. Ja, maar het heeft nog steeds meer effect om een race te doen. Nee, wat hebben we hier? 7 van de 7. Huh? 7 van de 7. Is dat nog mijn score van vorig jaar? Dat hij dat nog heeft opgeslagen of zo? En gewoon niet heeft gereset? Klopt niet dat het de laatste keer is. Ze gaan hem volgend jaar veranderen en dan wordt het een groot zomerevent. No! Nou, oké. Okay. Alles beter dan dit. Want ik vind dit gewoon... Ik vind het niks. Maar ik vind het wel leuk als ze het gaan vernieuwen. Dus dat bedoelde ik eigenlijk. Dit gaat weg. Maar ze gaan er dan ja, een ander zomerding mee van doen. Okay, ik heb een tas besteld. Yay! Superleuk! Wow, er zijn nog maar een paar Uraya-tasjes, jongens. Dus als je er nog één wil, wees er snel bij. Want ze zijn bijna allemaal uitverkocht. En ze komen niet meer terug. Want het zijn dus special editions. Maar iemand heeft gezegd, de visvijver. Ga naar de visvijver voor gratis dingen. Ik vind het trouwens wel heel erg druk, jongens. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien allemaal. Dus ik moet naar de visvijver. Ga 1 keer per dag vissen en maak kans om iets geweldigs te vangen. Oh, mijn poppetje gaat automatisch eraf. Ja, maar dan zie ik niet meer waar ik... Wat moet ik doen? Vissen. Ja, dat snap ik. Maar hoe? Moet ik daar... Hè? Hoe werkt dit? Moet ik door dat doek of zo? Oh, dit werkt ook niet. Namenrondje. Nee, ik wil eerst even mijn visvijvermissie doen. Hoe moet je dat doen? Oh, alles loopt vast. Visvijver. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Je kan een gratis hondje krijgen. Je moet eerst de missies doen. Ja. Verdorie. Nou, kan ik een keer iets gratis winnen? Moet ik de missies doen? Ik moet zeggen, ik vind zelfs dat wolkenfestival en al die regenboogdingen vind ik leuker dan het hele midzomerfeest. Oh, kampioenschap van de barones. Zullen we dat doen?
Oh, nee, niet dit. Ga weg met je midsomer. Kampioenschap van de Baroness. Die heb ik dus nog nooit gedaan. Maar dan ook echt nog nooit. Want toen dat ding nieuw uitkwam, toen was die niet, zeg maar, te spelen. Dus zullen we het kampioenschap van de Baroness maar doen? Want ik moet zeggen, als ik eerst al die scheidmissies moet doen om überhaupt te vissen voor de gratis item, dan gaat het me iets te ver. Dus, oh, er zijn wel nieuwe zomeritems. Maar, zo een beetje duur. Oh, die oorbellen vind ik wel... Oorbellen. Oh, deze vind ik ook vet, die strikjes. Nee. Ja, maar het is allemaal zo duur. Wat hebben we hier? Een moderne midzomer. Oh, dit heb ik dus ook allemaal al. En dit is de opslagruimte. Jongens, ik denk dat het leuker is om naar het kampioenschap te gaan. Want hier is allemaal... Nee, dit is toch allemaal meuk. Wat is dit? Oh, deze past wel goed bij mijn setje met dat groen. Moet ik van paard wisselen of zullen we het gewoon op Melody proberen? Ja, we proberen het op Melody. Nee, jongens, ik vind het midzomerfeest hartstikke leuk. Maar we gaan weer verder. Is het leuk om lopend naar de Baroness dinges te gaan? Oh, nee. Oh, jongens, nou moet ik denken. Anders kan ik dit soort stukjes wegknippen uit mijn video. En nu moet ik live gaan denken. Ik ga met de paardentrailer. Want ik ben lui. Oké, ga je een paard kopen? Nee, waarom ben je op Melody? Ja, weet niet, dat vond ik leuk. Dit is mijn nieuwste paard, volgens mij. Ja, Star Stable brengt zoveel nieuwe paarden uit dat ik echt de tel ben kwijtgeraakt. Maar volgens mij is dit mijn meest nieuwe paard. Dus dat vond ik wel leuk voor vandaag. De renbaan van de... Huh, is het veranderd van naam? Nee, toch? Oh, hier. Haha, ik zat gewoon verkeerd te kijken. Ik kan niet in de server. De server is Dandelion Hill. Volgens mij valt het een beetje weg. Wat moet je doen als je Star Stable niet wil... updaten. Heel hard huilen. Nee, ik zou hem even opnieuw installeren. Dat heb ik vanochtend ook nog gedaan met Star Stable. Over hoeveel minuten begint het kampioenschap? Over 7 minuten. Nou, dat duurt me te lang. Ik ga nog even kijken wat voor missies we hier zo kunnen doen. Oh, was dit niet met die race die ik toen inderdaad niet kon doen? Leg het parcours af. Ja, oké, maar wel snel, want ik heb niet heel veel tijd. Weg met het nieuwe, terug naar het oude. Wel leuk trouwens, als ik elke keer... zeg van, ik heb geen programma voor de livestream. En dan verzin ik ineens een programma. En uiteindelijk doen we compleet wat anders. Nee, maar ik ben in ieder geval heel blij dat ik die midzomer update niet heb hoeven filmen. Want het stelde echt niet veel voor. En denk je nou van, oh Daphne, ik wil heel graag het midzomerfeest zien. Kijk dan even de video van een jaar geleden. En dat jaar daarvoor en daarvoor en daarvoor. Want toen heb ik er allemaal video's van gemaakt. Nee, maar ik vind het wel leuk als Star Stable dat feest weer gaat moderniseren en nieuw maken. Want Star Stable heeft ook gezegd dat ze elk seizoen een nieuw bijzonder feest willen hebben. We hadden bijvoorbeeld een... Ah, scheid! Nee. Go. Kom op, paard. Kom op. Nee, please, geen grapjes doen. Oh, dit gaat nog maar net goed. 4 seconden. Oké, persoonlijk record. Maar dit is ook de eerste keer dat ik deze race doe. Nee, maar... Star Stable wil elk seizoen dus een bijzonder evenement gaan doen. Dus ze hebben natuurlijk in maart hadden ze dat Ruitenfestival. Dat vond ik echt wel leuk. Dat die races kreeg je heel veel XP voor. En je kon heel veel missies doen en races en heel veel winkeltjes en zo. Dat was echt leuk. En Halloween heb je natuurlijk in herfst. En dan heb je tijdens de winter heb je kerst. En tijdens de zomer willen ze dus denk ik dat midzomerfestival... cooler maken. Als ze maar geen midzomer noemen. We hebben een nieuwe missie. Luister naar wat Tarek te zeggen heeft. Oké, Tarek, nog 5 minuten. Dan moet ik echt terug. Ja, daar gaat hij. Loopt over mijn renbaan en praat met de barones alsof zij al heel lang bevriend zijn. Ja, wie is dat dan? Hij is bijna geridderd, maar niemand kan op tegen de enige echte heer Tarek Molle. Er is ineens Fitty, maar ik weet niet eens waarom. We zijn al heel lang elkaars rivalen, weet je. We ontmoeten elkaar vele maanden... Wat staan hier de spelfouten in? Ik kan het niet eens fatsoenlijk lezen. We raakten bijna bevriend tot het misliep op die ene noodlottige avond. Onze nakomelingen zullen nog lang vertellen over hoe heer Marik en de echte heer Tarek Modder elkaar bestreden bij het hoefijzergooien op het plein van Aydin. Wat een drama! We moesten weg nadat ik met een spectaculaire worp maar liefst 75 punten had verdiend. Bla bla bla. Ze hadden gewoon Fitty. Nou. Ik denk dat we maar even verder gaan met de race. Want ik ben bang dat hij straks nog zo'n heel verhaal gaat doen. En dan missen we het kampioenschap. Oh, er kijken bijna 700 mensen. Oké, 655 dan. Maar dat is echt veel. Maar ik snap het ook wel, want het is een regenachtige middag. Dus ik zou zeggen, hallo allemaal. Superleuk dat jullie bijna, of gewoon, nou, heel veel mensen er naar kijken. Ik vind het echt heel cool. We gaan nu meedoen aan het renbaan van de Baroness kampioenschap. Oh, we kunnen helemaal niet meedoen. Oh, waarom kunnen we niet meedoen? Wacht. Jongens, help. Waarom kunnen we niet meedoen? Waarom kan ik hier niet op klikken? Waarom kan ik niet op klikken? Waarom kan ik er niet op klikken? Hij doet het niet.
Doordat, daarom is het zo druk. Door dat domme mensen. Hey, love you too. Altijd leuk als mensen een hekel aan mij gaan hebben. Omdat Star Stable zo vastloopt. Oh, nu kan het wel. Ik was te vroeg. Ik snap het al. Oké. De verdwenen mensen. Zagen jullie dat? Bedankt voor de lag, Daphne. Oh jee. Altijd zo leuk als mensen boos worden als ik mijn Star Stable livestream doe. Ik kan er niks aan doen, jongens. Dan moet je maar boos worden op Star Stable. Want Star Stable moet hun spel maar zo aanpassen dat er heel veel mensen op kunnen tegelijk. Ja, ik kan er niet aan. Ik kan er niks aan doen, hoor. Maar hij doet het. Ik zit erin. Fiu. Ik dacht even, ik kan niet meedoen omdat ik alle missies nog niet heb gedaan. Want het is hier, bij dit kampioenschap is dat elke keer het probleem. Dat ik steeds niet kan meedoen aan die missies. Omdat ik de missie daarvoor nog niet heb gedaan. Maar... we zijn er. Rust. Oké, het beeld is heel slecht. Hoe je dat kan fixen. Ik weet niet of je op je telefoon kijkt of op je laptop. Maar dan moet je even... Zeg maar, weet je wel, dat je hem op pauze kan zetten. Dat je dat schermpje krijgt. En dan moet je naar het tandwieltje. En dan staat er kwaliteit. En dan moet je hem even zetten op 1080p 60. HD staat erbij. En dan gaat hij als het goed is op zijn meest scherpe. En wat ook werkt is om hem... opnieuw op te starten of zo? Geen idee. ik heb nu zeg maar die kwaliteit veranderd en dat werkt. Ik kan niet in de server, het is te druk. Nou, ik ben nog niet eens 5 minuten live of het begint alweer. Nou, ik zal even laten zien wat ik bedoelde met die kwaliteit scherper zetten. Ik hoop dat ik het ook op mijn telefoon kan laten zien. En we moeten toch 3 minuten wachten. Ik ben zo benieuwd, ik hoop echt dat ik ga winnen. Kijk, hier hebben we de livestream. Woehoe. En dan krijgen we een advertentie. Sorry jongens. Oh, kijk, bijna 700 mensen. Kijk, nu heb ik zeg maar zo op mijn telefoon heb ik de livestream. En dan ga je, als je hem zeg maar zo op pauze wil zetten, dan ga je naar die 3 puntjes. En dan heb je daar ergens kwaliteit. En die kwaliteit, die zet je dan op hogere beeldkwaliteit. Of 1080p. Het is maar net op welke apparaat je zit. Nou, en dan spoel je misschien ietsjes terug. En dan gaat hij, als het goed is, de kwaliteit beter zetten. Heel erg leuk. Kom alsjeblieft naar Moorland. Iedereen is hier. Niemand is Star Rider. Nou, er zijn nog best veel mensen Star Rider. Maar ik wil even het kampioenschap afmaken. En dan verzinnen we een nieuw plan. Of als jij een leuk plan hebt voor de livestream. Laat het even weten in de reacties wat we hierna kunnen gaan doen. Want ik heb dus nog geen plan bedacht. Dus ik vind het ook leuk als jullie wat gaan bedenken. Maar we gaan sowieso leuke dingen doen. En ik liet mijn oplader vallen. Dus... even mijn oplader van de grond vissen. Oh, dat is geen scheet, dat is mijn stoel. Kijk, hier is die, want de telefoon is bijna leeg. Nee, dat is trouwens niet waar. Hij is 71%. Oké. 2 minuut 22. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik ga winnen. Wat denken jullie? Maak ik kans? Gok op welke plek ik raak. Ik denk dat ik op plek 8 kom of zo. Nee, dat vind ik al heel hoog, want ik word sowieso in groep 1 gezet. Foto's maken, verstoppertje. Verstoppertje, dat is ook wel leuk. Verstoppertje, een paard kopen. Welke server? De server is dan Dalian Hill. De kans om te winnen is ondertussen 0.0. Ja, ik denk dat bijna niemand... Degene die nu wint, die heeft echt van zoveel mensen gewonnen. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel groepen Star Stable gaat aanmaken voor dit, zeg maar. Die stilde als ik ineens ga drinken. Sorry jongens, maar ik moet ook drinken. Anders knip ik dat uit mijn video. Oké. Sommige mensen zeggen ook, ik kan niet meedoen. Maar hoe kan dat? Want ik kon er net wel op klikken. Of kunnen er maar maximaal een aantal mensen aan meedoen. En dat de reden is waarom er niet veel mensen aan meedoen. Oeh, dat zou erg zijn. Omdat er zoveel mensen zijn dat niet iedereen kan meedoen. Nee, dat kan toch niet. Hij is nog steeds live. Ik heb een groen bolletje. Dus dat betekent dat de livestream goed is. En dat hij bij iedereen goed afspeelt. Dus dat is mooi. 0,1% kans dat je wint. Oh, 726 mensen die kijken. Ah, dat is echt heel erg veel. Jachtseizoen. Hoe moet je dat ooit op Star Stable spelen? Hoe moet je dat doen met zoveel mensen? Tikkertje, jullie moeten mij achter... Oh, wat is dit voor een leuke pony? Nova. Oh, nee. Ze verdwijnt. Jongens, nog 48 seconden. En dan gaan we beginnen met het kampioenschap van de barones. En dit is de allereerste keer dat ik meedoe met het kampioenschap van de barones. En ik heb er heel erg veel zin in. We zijn met superveel mensen. Ik denk dat ik niet ga winnen. Want ik heb geen idee hoe dit kampioenschap loopt. Ik heb het nog nooit gedaan. En er zijn heel erg veel mensen. Want kijk, elke keer als ik ook maar weer een meter verplaats. Dan verschijnen er weer nieuwe mensen op Star Stable. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik ga winnen.
En ik zou ook nog even zeggen, leuk dat je nu naar deze Star Stable livestream kijkt. Deze livestream die doe ik omdat ik 60.000 YouTube abonnees heb gehaald. Dus dank jullie wel daarvoor. En om dat te vieren gaan we dus vandaag live. Oké, nog 10 seconden bijna. En dan mogen we gaan beginnen. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat ik een kans maak. Ik maak echt nul kans. Af en toe zie ik echt hele leuke ponies voorbij komen. Dat ik echt denk van, hoe komen die mensen aan die ponies? Oh, het is echt bizar. Wedstrijdgroepen maken. Oh, nee. Ik zit in wedstrijdgroep 1. Dus dat betekent dat ik in de groep zit met de allerbeste mensen. No. Ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel groepen er komen. Hoeveel groepen zullen er komen in deze race? Laat even in de reacties weten in welk kampioenschapsgroep jij zit. Meestal zijn er volgens mij toch iets van 11 groepen of zo? Dat vind ik wel erg aardig wat eigenlijk. De muziek staat luid. Echt? Ik kan het niet horen. Nee. Ja, dit is niet eens muziek. Ik heb de muziek volgens mij zelfs uitgezet. Hier, nu zat die... Aha, hard. Wow, dat ging helemaal mis. Ik zet hem op... Nee, ik zet hem op deze. Want zometeen gaat het... Oeh, nee, deze. Hij is wel lang bezig met andere groepen maken, moet ik zeggen. Dus misschien duurt het wel even omdat er zoveel mensen zijn. Oh, mensen zitten in groep 8, groep 9, in 10. Groep 8. Oké, dus het loopt tot nu toe tot groep 8. Oh, de groepen zijn gemaakt. Oké, 15 seconden. 14, groep 10 zit iemand. Groep 8, 17. Groep 17, dus het gaat tot groep 17. Dat zijn er echt zoveel. Oké, 5, 4, 3. De allereerste keer. Renbaan van de Baroness kampioenschap. Dat ging fout. Ah, we mogen beginnen. Oké, ik sta vooraan. Nou, dat zou ik toch niet geloven. Ja, dat komt omdat Star Stable altijd achterloopt. Wat ligt daar trouwens voor een raar spul? Ik moet wel opletten. Ja, maar ik wil eigenlijk ook genieten van de omgeving. Ik sta derde. Hoe kan dit? Ik sta derde. Nee, dat kan niet. Ik sta vierde. Op het moment dat ik het zei. Ja, maar kijk. Zij is waarschijnlijk super snel. En weet al helemaal hoe dit... Nee. Hoe dit kampioenschap gaat. Nee, vijfde. Oh, ik wil een medaille. Dan heb ik in ieder geval iets leuks. Als herinnering. Zesde. Nou, mijn kans om te winnen, die vergaat gewoon. Het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vijfde. Wat ligt hier voor smelly? Oh, het glijdt. Huh? Ik glij uit. Nou. Oh, go. Ik haal ze bijna allemaal in. Oh, ik heb ze ingehaald. Nou. Oh, nee. Dit is best wel moeilijk, maar ik vind het wel leuk. Oh, ja, wat moeten we hier nou weer mee? Rollende boomstammen. Oh, ik sta derde. Nou, hoe kan dit nou weer? Ik heb dit nog nooit gedaan met kampioenschap. Vierde. Oh nee, oh, dit is echt heel spannend. Oh jee. Oh, derde. Oké, jongens, op welke plek denken jullie dat ik ga eindigen? 4 minuten. Oh, nee. Wat is dit nou weer voor? Nee, jongens, jullie moeten weg. Ik wil winnen. Nee. Go. Oh, zit ik dan met mijn zagrijnige level 5 paard? Ik had veel beter op een level 15 paard moeten gaan. Maar ja, daar had ik natuurlijk niet over nagedacht. Go. Snel hier bocht afsnijden. Oh nee, een steen, dat kan niet. Oh, kan wel, want zij doet het ook. Oh, er zijn 20 kampioenschapsgroepen. Oh, 20. Nee, wacht, waar is het punt? Oh daar, ik dacht dat ik er eentje had gemist. Go. Ik zit in groep 1 van de 20. Ja. Vierde. Daar is de finish, Nee. Ik hoop dat ik de derde plek haal. En heb ik het gehaald? Wacht, waar is het einde? Nee! Ik dacht dat dit het einde was. Het is niet eens het einde. Hoor me agressief rammen op die knop. Ik wil winnen. Kom op. Ik sta vierde. Vierde is net zo'n lullige eindplek. Nee. Oh, kijk, ik moet alleen haar nog inhalen. Nee, vierde. No. Het was echt een nek-aan-nek race. Oh. Ik heb heel erg mijn best gedaan, jongens. Maar vierde plek vind ik ook best nog wel netjes. Voor een paard. Voor iemand die nog geen level 15 paard heeft. En voor de allereerste keer het kampioenschap doet. Oh, iemand heeft hem zelfs niet afgemaakt. Maar helaas net geen medaille. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik ben wel blij. Gefeliciteerd allemaal. Ik hoop dat jullie ook een mooie prijs hebben gewonnen. Laat even in de reacties weten welke prijs jij hebt gehad. Oh, dit was heel erg spannend. Er kijken er ook echt 912 mensen. Dat is echt zoveel. Maar nou, ik heb wel een beloning gekregen. 200 Jorvik shillingen. En mijn paard heeft wat XP erbij. Maar ja, oh, nog steeds level 5. Oh, dit was heel spannend. Helaas niet gewonnen. Dus we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Wat is het volgende kampioenschap? Dit was echt vol spanning en sensatie.
Oh, hoe laat was het nu net? 4 uur, toch? Oh, nee. Oh, 5 uur, Moorland. Oh, ja, zullen we daar weer aan meedoen met z'n allen? Om 5 uur het Moorland kampioenschap? Dat is denk ik wel leuk. Ja, want dan kunnen ook de non-starriders meedoen. Oké, ik wil eerst even kijken wat deze missies hier allemaal doen. Wat is die druk? Oh, wacht maar af. Ik zal hem een lesje leren. Oh ja, ontdek Tariq's plannen voor de renbaan. Wat wil hij gaan doen? Oké, ik ben heel benieuwd. Op dit moment train ik de beste ruiters van Jorvik. Wat moet hij doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Oh, er gebeurt niks. Help je mee om de geschiedenis van Silverkleed te veranderen? Ja, maar als het niet saai is, want dan heb ik er niet zoveel zin in. Het moet wel leuk zijn. Eerst de heggen. Vraag Bjorn en Agneta of ze heggen hebben. Het is een flinke gunst, maar Agneta en ik kennen elkaar al heel lang. En volgens mij is er wel 12 heggen liggen voor ons. Vraag de hoeveniers hoe het staat met de heggen voor Tariq. Wie zijn Agneta en dinges nou weer? Oh, bij de tuin van de Silverkleed dinges. Nou, vinden jullie dat leuk, jongens, om naar die missie te kijken? Oh, het was heel erg spannend. Oh, iemand zei hier wat over een paard. Daphne, als je echt graag wil champen, ga dan een Arabier generatie 2 kopen. Dan ben je veel sneller. Is dat zo? Ik heb helemaal niet zo'n Arabier, volgens mij. Dat wist ik niet. Maar er zitten wel heel vaak mensen die heel snel zijn op die Arabieren. Heb ik iets gemist? Ja, je hebt gemist dat ik bijna derde werd op het baroneskampioenschap. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om die missie hier zo te gaan doen met die vent. Wat hebben we allemaal om meer te doen? Wat is leuk? Is het leuk om... oh nee, dit zijn al die... nee, dat werkt niet. Dat zijn al die midzomer dingen. Jamie Oliver Tree. De hereniging spinnen gevonden. Die rune missies, is dat leuk? Dat we allemaal gaan sparen voor dat paard wat je gratis kan krijgen. Ja, dat is denk ik wel leuk. Om even te kijken bij dat gratis paard. Ik wou zeggen, want er zijn we ook in de buurt. Maar dat is helemaal niet zo. Dus we pakken de trailer. En dan gaan we op pad naar hoe je het gratis paard kan halen. En denk je nou, huh, gratis paard? Ja, daar zal ik zo even meer over uitleggen. Want je hebt dus een gratis paard op Star Stable. Maar daar moet je wel heel erg je best voor doen. En dat doe ik niet. Nou ja, ik zou best wel mijn beste voor willen doen. Wauw, mooie zin. Alleen ik heb er gewoon echt een tijd niet voor. Oh, de rijbak. Dat is ook leuk. Maar we gaan eerst even naar die plek wat ik zeg. Ja, eigenlijk zijn die livestreams voor mij nooit echt handig. Want ik zeg elke keer, oh dit is leuk, oh dit is leuk. En dan wil ik al gelijk weer naar de andere plek. Maar dat is allemaal niet handig. Wacht, hoe heet die plek daar eigenlijk? Het is een hele aparte naam. Was dat niet Sequoia Plateau? Nee, de schuilplaats Meesterspion. Hoop ik. Ik hoop dat er nou nog op uitkomen. Stoppetje. Doei, ik zie niks. Nee, het is best wel moeilijk zien. Er zijn heel veel mensen. Maar er kijken ook heel veel mensen. Maar dat snap ik ook wel, want het is volgens mij echt heel slecht weer. Zal ik eens even kijken? Laat even in de reacties weten. Nee, laat een regendruppel achter in de comments als jij nu regen hebt. En laat een zon-emoji achter als je geen regen hebt. Ja, kijk. Het is een en al regen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden dat die livestream nu is. Want dan heb je wat leuks te doen in de regen. Ik zou eigenlijk smiddags... Oh, er zijn ineens heel veel mensen. Ik zou eigenlijk smiddags naar Uraya gaan. Maar toen zag ik dus die regen. Dus toen ben ik niet naar Uraya gegaan. Maar in de ochtend. En toen ben ik met Uraya naar mijn huis gegaan. Hier. En Uraya heeft in de tuin gestaan. En in de tuin gepist. Vies paard. Hij heeft echt gewoon geplast in de tuin. En het staat op film, dus dat is wel grappig. Maar kijk, deze mensen die weten gelukkig al waar ik heen moet. Je hebt namelijk op Star Stable een gratis paard. En dat heeft Star Stable volgens mij 2 jaar geleden. Met de coronatijd hebben ze dat bedacht. En die staat dus in Veeldeel. Dus je moet wel starrider zijn. Dat is wel een beetje jammer. Maar als je dan allerlei missies doet. En je hebt 120.000 punten. Dan heb je een gratis paard. Maar... deze missie die bestaat volgens mij al 2 jaar. En ik heb nog maar 7000 punten. Dus even snel gerekend. Dan zijn we nog heel veel jaar bezig voordat ik dat gratis paard eindelijk heb. En ja, ik heb gewoon echt niet de tijd om elke dag op Star Stable te gaan om die missies te doen. Want het kost ook heel veel tijd volgens mij. Ja, je kan meerdere dingen doen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. De bonus voor je eerste dagtaak ligt klaar. Wauw, dat is ook echt lang geleden, vriend. Oh, wacht. Oh ja, dat is dus het gratis paard. Kijk, dan kunnen we hem even zien. Zonder dat iedereen ervoor staat. Oh, iedereen had natuurlijk regendruppels achtergelaten. Oh, er zijn ook best wel veel mensen die zon hebben ook. Oh, maar zijn dat Belgen misschien? Want in België regent het volgens mij nu niet. Nou, ook wel veel mensen regen. Het is eigenlijk een beetje verdeeld. Dat is eigenlijk wel grappig. Dus er kijken er best wel veel verschillende mensen uit verschillende streken en landen. Laat ons even in de reacties weten uit welke provincie jij komt. Is het
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland en dat was volgens mij, oh nee, Flevoland, Lelystad, dinges, Flevoland. Laat even in de reacties weten uit welke provincie jij komt. Oké, nou, jullie hebben het gratis paard kunnen zien en je kan ook nog andere dingen doen met die punten. Waar is mijn poppetje? Volgens mij hier. Kijk. En mijn volgende beloning is missies. Hiermee speel je de optie missies vrij op het mededelingbord. Ik kan het woord missies nooit goed uitspreken. Oh, maar dit heb ik dus al gekregen. Handschoenen, een cadeautje, laarzen en een boek. Nou, ik was al lang weer vergeten. Maar dit kan je dus allemaal nog verdienen. En uiteindelijk... Oh, wat gaat het ver. Kan je dus dat paard verdienen? Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat ik hem nooit van mijn leven ga halen. Maar ik probeer het wel te doen. Oh, kijk. We gaan even... Oh, mijn paard krijgt wel XP. Dat is wel mooi. Oh, wat gebeurt er nou? Energie van de vijand. Wat moet ik ook weer doen? Ik heb het eigenlijk helemaal niet gelezen. Moet ik dit aanraken of niet? Oh, jawel. Huh? Jawel, ik moet er denk ik achteraan, want zijn energie gaat omlaag. En volgens mij is dat de bedoeling. Dat hij geen energie meer krijgt. Nou, ik heb ook geen energie meer inmiddels. Wat een zenuwslopend kampioenschap. Nou, jongens, nou, om 5 uur is het weer zover. Moorland kampioenschap. Zal ik dan wel even van paard wisselen? Zal ik dan op Chippy gaan? Ik wil wel een beetje kans maken dan. Ik vond het wel een leuk kampioenschap van de barones trouwens. Met die olie. En maar op een gegeven moment dacht ik dat we klaar waren. Maar we waren nog niet klaar. Dat was wel een teleurstelling. Want toen stond ik volgens mij wel op de derde plek. Maar oké, ik ben dus dit aan het doen. En eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Ik moet gewoon achter dat ding aanrennen. En dat is het eigenlijk. Ga op Chippy. Kom naar Moorland. Er staat een verrassing. Oeh. Oh, iedereen had natuurlijk achtergelaten uit welke provincie die kwam. Gelderland, Helmond, Friesland, Groningen. Oh, er kijken... Oh, hij verdwijnt. Oh, hij gaat ineens hier. Er kijken zoveel verschillende mensen. Dat is echt wel heel erg leuk. Antwerpen. Wauw, cool. Tuurlijk, België bestaat ook. Ja, dat is heel gek. Maar ja, Belgische kijkers die heb ik natuurlijk ook. Dat is een ander land, maar dat is gewoon heel leuk. Oh ja, ja. België. Nou, wat grappig. Oh, dat is echt heel leuk. Ik wist niet dat ik echt zoveel Belgische kijkers had. Want nou komt dat al echt wel heel veel naar voren. Groningen, Brussel, Zeeland, België, Oost-Vlaanderen, Groningen, Brabant, België, Duitsland. Duitsland, natuurlijk, dat kan ook. Zuid-Holland, Duitsland. Nou, nog een keer Duitsland. Nou, wat bijzonder. Jullie hebben echt, echt goede slijgpaarden in Duitsland. Ja, die zien altijd beter uit dan de Nederlandse paarden. Hallo. Oh, je dagtaak is afgerond. Ik kijk. Nou, ja, je krijgt best wel veel punten hoor voor dit, vind ik. Maar... Als je de 120.000 moet hebben om dat gratis paard te krijgen, ja, dat duurt me iets te lang. Oké, training. We gaan weer verder. Training, springen over schokgolven. Oh, maar hier krijg ik wel minder XP voor. Oh, maar dat was natuurlijk die bonus. Oh ja, oh, maar dit is volgens mij wel leuk, dacht ik. Ik vond het van net eigenlijk een beetje saai, want er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Maar wat gaan we nu doen? Oh ja, ik weet het weer. Oh ja, dan moet je in deze galop blijven, want anders gaat het helemaal mis. Sowieso heb ik deze toen al heel veel fout gedaan. Oké, dat klonk net als een paard, maar het ging goed. Kom terug naar Moorland. Ja, ik kom zo. Als ik dit heb afgemaakt, oké? Dan gaan we naar Moorland. Ik weet trouwens niet tot hoe laat ik live ga, hoor. Maar dat zal waarschijnlijk... even denken... Ja, gewoon rond etenstijd zijn. Oh, zaterdag komt mijn tas binnen. Woehoe! Ja, ik moet nog de bestellingen van afgelopen weekend nog inpakken en versturen. En ja, ik zou zeggen, heb jij nog geen polo of tasje besteld? Doe het dan lekker snel, want dan ga ik denk ik morgenavond weer bestellingen inpakken of vanavond. En dan kunnen ze woensdag met de post mee. Woensdag wordt weer een verzenddag dat ik de bestellingen weer ga versturen. Dus wil je nog wat bestellen of heb je wat besteld? Woensdag dan ga ik denk ik alle pakketjes weer op de post doen. Want morgen ben ik bij Dierenpark Amersfoort aan het werk. En ja, dan lukt dat niet zo makkelijk. Maar ik zou zeggen, heb je dus nog geen Uraya tasje? Wees er dan snel bij, want het is dus een limited edition. En ik heb er echt niet veel meer. Ik heb ze ook met pakketten, dus dat je het in een pakket met een polo kan kopen. Dat is ook heel leuk. En goedkoper, want dan heb ik zeg maar korting gegeven. En ik heb natuurlijk ook nog de polo's, de Dag van de Draaf door polo's. Dus ik zou het super leuk vinden als jullie er eentje gaan kopen. En ja, laat even in de livestream weten of jij een merchandise van mij hebt of een slijgpaard. Dat kan natuurlijk ook. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, er kijken inmiddels bijna weer 900 mensen. Dat vind ik wel heel bijzonder dat er zoveel mensen kijken. Ik zal nog even één keer zeggen... Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken. Deze livestream die doe ik op mijn YouTube-kanaal... omdat ik zaterdag 60.000 YouTube-abonnees heb gehaald. Woe! En nu spring ik over rare vuurdingen. En het is eigenlijk best wel saai en het duurt heel erg lang. Maar je moet wel goed op blijven letten, want anders gaat het mis. En zometeen kom ik naar Moorland toe... want dan gaan we meedoen met het Moorland kampioenschap. Ah, er kijken 906 mensen! Ik ga zo meteen meedoen aan het Moorland kampioenschap. En dat is wel leuk, want dan kunnen de non-star riders... Ja, die kunnen ook gewoon meedoen.
en gezellig zijn. En wat we daarna gaan doen? Geen idee. Maar er is zoveel te doen op Star Stable dat ik echt wel weer wat leuks verzin. Of jullie. Misschien verstoppertje. Dan moet ik wel een Waar is Wally plaat downloaden. Kennen jullie dat nog? Zijn jullie uit de Waar is Wally tijd? Laat even in de reacties weten. Als ik zeg, Waar is Wally? Weet jij dan wat ik bedoel? Ja of nee? Zet het even in de reacties. Dan ben ik heel benieuwd of ik dan nieuwe kijkers heb. Of mensen die al wat langer kijken. Nou, we hebben weer een ding binnen. Het duurt echt wel heel erg lang. Oh, 15 minuten Moorland kampioenschap. Nou, dan moeten we nog wel lukken met de tijd. Want ik heb er nog eentje om te doen. Van baan wisselen. Voor deze oefening ga je rondrijden in het verlichte gebied. Wissel van baan als je hierom wordt gevraagd. Dan heb je een paar seconden om dat te doen. Zorg dat je snel naar het nieuwe verlichte baan gaat. Blijf dit doen totdat de tijd voorbij is. Oeh, spannend. Het zou trouwens heel leuk zijn als we vandaag 1000 kijkers weer halen. Dat zou heel erg cool zijn. Dus ik zou zeggen, nodig iedereen uit om te kijken. Even kijken. Herkennen mensen Waar is Wally? Oh ja, er zijn best wel veel mensen die Waar is Wally kennen. Nee, niet allemaal. Ja, nee. Ik woon in Italië. Oh ja, tuurlijk. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja. Oh, heel veel mensen kennen wel Wally. Ja en nee. Waar is Wally? Zeg, Phoebe. Hey. Oh, jullie zijn allemaal trouwe kijkers. Ja, een plaat die je erop zet als je je verstopt. Ja, dat is leuk. Jullie kennen het nog. Nou, oké. Zullen we dan een verstoppertje doen met Waar is Wally? Als ik me ga verstoppen. Ja, want ik zal het wel even uitleggen. Dan doe ik verstoppertje op Star Stable. Dat is heel erg leuk. En het is de bedoeling dat jullie mij dan gaan vinden. Maar ik moet natuurlijk een hele goede verstopplek zoeken. En als ik dat ga doen, dan zet ik eventjes mijn Star Stable scherm uit. Zodat jullie mij niet... Oh, ik heb mijn Siri gedaan. Zodat jullie mij niet zien verstoppen, want anders is het natuurlijk gelijk verklapt. En dan zet ik een plaat aan van Waar is Wally? En dan moeten jullie Wally zoeken. En dan hebben jullie entertainment, terwijl ik me ga verstoppen. Dat is het eigenlijk. Zoe, switch van laan, nu! Nou, wat een gebiedende wijs. Kan het ook wat even wat rustiger? Oké, daar gaan we hoor, bijna. Oh, maar vanmorgen ging ik dus met Uriah buiten rijden. En toen gingen we ook in de duinen. En hij ging hard. Maar ik had helaas mijn GoPro niet op. Maar ik denk dat we nu echt wel de 50 hebben aangeraakt weer. 50 kilometer per uur. Want hij ging zo hard. Ik dacht echt... Bart. Maar hij was heel blij. Oh ja, en vorige week ben ik gevallen van Uriah. En dat heb ik toen op TikTok geplaatst. En dat is viral gegaan. Die is 100.000 keer bekeken. Maar ik viel vorige week van Uriah. Ik val echt niet zo vaak van Uriah. Best wel vaak dat ik in zijn nek hang. Of half de afval. Maar dat ik er weer... opkom, want ik zit best wel goed in zijn zadel. Ik zit een beetje als een magneet in dat zadel. Ik ben helemaal gewend aan hem en aan dat zadel. Dus ik val niet zo snel meer. Maar vorige week dinsdag toen viel ik wel. Want ik was aan het springen met hem in de springtuin in het bos. En dan of die cross in is en dan kan je overheen springen. En op een gegeven moment toen ging hij sprong, maar hij nam de sprong te vroeg. En als je weet hoe een paard, als je dat wel eens hebt meegemaakt, word je soort van gelanceerd uit je zadel. Dus dan zit je niet meer goed. Dus hij lanceerde mij soort van. En hij schrok dat ik niet goed zat. Dus toen hij neerkwam met de sprong, toen schoot hij gauw de bocht om. Maar ja, ik zat al niet goed, want hij nam de sprong te vroeg en ging gelijk het bochtje om. En toen... Ah, ging ik er zo aan de zijkant af en lag ik op de grond. Maar Uriah die schrok zich dus helemaal... Apenlazarus, hoe zeg je dat? Die schrok zich helemaal dood dat ik ineens op de grond lag. Ik zag echt dat hoofd van hem zo... En dat bit, dat mondje zag ik helemaal van... Ah, van help, wat gebeurt er? En ja, toen lag ik ineens op de grond te rollenbollen. En ja, ik kon eigenlijk alleen maar lachen, want ik vond het wel grappig. Maar... ik was heel erg blij, want ik had dus Uriah's hoofdstel. Ik ga even wisselen van paard, jongens. Dan gaan we maar richting Moorland, want het is bijna kampioenschapstijd. Bedankt dat we hier aanwezig waren. Hoeveel punten hebben we trouwens verdiend? Ik ga zo verder met mijn Uriah-verhaal, maar ik wil even kijken hoeveel punten ik nu heb. Ik heb er maar 600 bij gekregen. Oh, dat is echt zo weinig. Nou, we gaan even van paard wisselen. Ik denk dat ik maar op Chippy ga, dat is wel leuk. Maar goed, waar was ik gebleven in mijn verhaal? Oh ja, waar ik heel blij mee was, is dat ik tijdens het vallen... dacht van de teugels, ik moet de teugels vasthouden. Dat was het enige wat ik dacht toen ik viel, van de teugels, ik moet hem vasthouden. Want ik loop natuurlijk met mijn paard in het bos en mijn angst is gewoon als ik val dat de teugels losgaan. En dat hij ergens heen rent en weet ik veel, ergens tegenaan knalt of zo met zijn blinde hoofd. Want ja, hij ziet natuurlijk niet goed. Hij is blind aan één oog. Maar toen ik val dacht ik dus echt gelijk van, oh ik moet hem vasthouden. Dus ik had zijn teugels gelukkig nog vast toen ik viel. En ik viel ook helemaal niet ver, ik plofte echt gewoon soort neer als een soort... ja, yoghurtje, kwakje of zo. Ik kwakte echt zo neer op de grond, zo baf. Dus ook niet dat ik hem in zijn bit trok of zo. Ik viel heel zacht. Maar
toen had ik gelukkig dus nog zijn teugels vast toen ik was gevallen. Dus daar was ik heel blij mee. Want ik weet niet waar hij heen was gegaan als ik de teugels los had gelaten. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon net zo shocking stil blijft staan van... waarom lig jij ineens op de grond? Dus ik denk eigenlijk dat, dat hij niet was gaan wegrennen of zo. Want er was helemaal geen paniek en zo. Maar ik was heel blij dat ik dan de teugels nog vast had. Maar wacht, waarom zegt iedereen ga op Wally? Ga op Wally. Ja, maar jongens, Wally is nog geen level 15. Ja, Wally is level 7. Maar ik kan wel zo meteen op Wally, oké? Okay? Als ik dan de kampioenschap op Chippy heb gedaan, dan gaan we wisselen naar Wally. Is dat leuk? Oh, ik snap al waarom jullie zeggen ga op Wally. Omdat we natuurlijk de zoekplaat hebben van waar is Wally? Haha, ik snap hem. Het kwam echt veel te laat binnen bij mij. Maar dat is dus mijn valverhaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Oh, sorry. Jongens, sorry, ik liep door. Maar lief, hallo. Wat lief dat jullie een rijtje hebben gemaakt. Ik liep gewoon door, waardoor mijn scherm zeg maar niet helemaal laden. Dat ging allemaal niet goed. Nou, superleuk dat jullie er zijn. We gaan maar eventjes via voor Pinta. Nee, hoe heet het? Zuiderhoef? Dan doden we iets de tijd. Om nou steeds de trainer te pakken vind ik ook een beetje lui. Maar dat was dus mijn valverhaal. Ja, het is gelukkig goed gekomen. Ik had helemaal geen pijn, want het zand was best wel zacht. Dus ik viel ook heel zacht. Alleen wel mijn pols deed een beetje zeer, maar ja, dat was echt niks. En ik zal het ook nog wel even op Instagram plaatsen, mijn valverhaal. Want ja, TikTok werd het heel veel bekeken. Dus dan moeten de mensen op Instagram is ook wel leuk als die het nog zien. En ik heb het helaas niet op beeld. Dat is echt heel erg jammer. Heel veel mensen vroegen, heb je het op beeld? Heb je het gefilmd? Maar ik dacht nog, want zal ik het filmen? Maar toen dacht ik, ja, dan gaat de opslagruimte van mijn telefoon raakt alweer zo vol. En mijn batterij gaat leeg, want daar was bijna leeg mijn telefoon. Laat ik het maar niet filmen. En toen ben ik gevallen. En het staat gewoon niet op film. Maar ik hoop niet dat het weer gaat gebeuren, dat vallen. Want... ja, ook al, het was niet één, ik was niet geschrokken. Ook al, dan ging ik gewoon nog een keer springen. En toch dacht ik wel, oeh, als ik maar niet weer val. Maar ik heb daarna weer gesprongen. En volgens mij heb ik vandaag ook gesprongen. En ik ben er gelukkig niet bang voor. Uriah ook niet. Uriah is helemaal niet bang voor springen. Want na alle regen van afgelopen dagen, of wanneer regent het nou zo erg? Vrijdag of zo? Liggen er waterplassen in het bos. En wat doet Uriah? Die gaat niet om de waterplas heen. Die denkt, joehoe, ik kan er overheen springen. Dus inmiddels als er een waterplas aankomt, dan ga ik wel in de springhouding zitten. En dan denkt hij, oh jee, ik mag springen. En dan springt hij gewoon over de waterplas heen. In plaats van dat hij er langs loopt, springt hij er gewoon overheen. Het is echt zo'n pannenkoek. En dat paard is 20 jaar. Je zou het niet zeggen. Oh, ik heb trouwens een bestelling binnen. Wat superleuk. Volgens mij is dat het fanpakket die is besteld. Dankjewel, wat leuk. Ik hoop dat je nu de livestream kijkt. Want, nou, leuk dat je hem bestelt. Ik ga hem inpakken, dat fanpakket. Denk vanavond, morgenavond, maar woensdag gaan de pakketjes weer op de post. Leuk dat je het fanpakket hebt besteld. Yay! Nieuwe code. Iedereen staat bij de trailer. Ja, sorry, nu ben ik met de boot. Hé, trouwens, de boot is er. Nou, we hebben nooit geluk met de boot. De server is dan Dandelion Hill. We staan in een rijtje in Moorland. Oh, die boot die maakt echt een herrie. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog? Ik heb nog 7 minuten. Oeh, oké. Is er zometeen eigenlijk ook weer een kampioenschap als deze is geweest? Nee, 6 uur. Ja, dan weet ik niet of ik nog live ben. Want dan, hoe lang ben ik eigenlijk al live? Ik heb geen idee. 43 minuten. Het is echt zo bizar. Het voelt echt alsof ik nog maar 10 minuten lang aan het livestreamen ben. En het is gewoon al 3 kwartier. Echt, als ik ga livestreamen, dan vliegt de tijd gewoon voorbij. Omdat het gewoon zo superleuk is. Nu ook. Er kijken bijna 1000 mensen. Dat is toch zo bijzonder. Gelukkig kijken ze niet alle 60.000, want dat zou ik wel een beetje eng vinden. Maar, ja, ik ben onderweg naar het kampioenschap van Moland. En we hebben net een half uur geleden hebben we meegedaan aan het kampioenschap van de Barones. En toen werd ik 4e. Bijna 3e. Net niet echt. Net op de laatste streep niet. Maar ik hoop dat ik nu... nee, ik denk dat ik nu al helemaal geen kans maak. Want het Barones kampioenschap, dat kent nog niet iedereen. Maar dat Moland kampioenschap, dat is het meest bekende kampioenschap van alles. Samen met Fort Pinta. Dus ik ga geen kans maken. Welke server? Server is Dandelion Hill. Woehoe! Ja. Oh, kijk hoeveel mensen hier staan. Nee. Oh, dat kan natuurlijk ook. Nou. Oh, maar kijk hoeveel mensen. Al die servers van Star Stable, die raken helemaal overstrest door al deze mensen. Nou, wat gezellig. Wat leuk dat jullie er zijn. Kom. We gaan met z'n allen naar het Moorland kampioenschap. Dat is ook wat leuk van het Moorland kampioenschap. Iedereen kan meedoen. Maar jongens, het gaat dus echt heel erg spannend worden. Oeh, afval, afval. Want ik heb nu wel gewisseld. Ik ben nu wel gewisseld van paard. Net zat ik op een level 5 paard. Ik denk als ik mijn paard
had gewisseld naar Chippy, dat ik misschien wel de derde plaats had gehaald. Maar ja, daar is nou helaas te laat voor. Dus ik hoop... Ah, 1000 kijkers! 1001 mensen nu aan het kijken. Wow! Dat is best wel een tijdje geleden dat ik dat heb gehad, volgens mij. Maar zo vaak ga ik eigenlijk ook niet meer live. Dus misschien is dat wel een verklaring. Maar superleuk dat jullie kijken! Wow! Daar ben ik heel blij mee. Nog een mijlpaal. Dat vind ik echt leuk. Zoveel mensen. Dat is echt bizar. Oh, kijk hoeveel mensen. Echt heel Star Stable doet mee aan de kampioenschap. Dit is zo leuk. Wat we ook wel eens hadden gedaan op Star Stable is allemaal een wild paard zijn. En dan over Zuiderhoef rennen. Maar het probleem is dat je nou bijna niemand meer ziet op Star Stable. Nou, op zich zie je best wel veel mensen. En dat was ook heel erg leuk. Een rijtje maken van Moreland naar Fort Pinta. Dat kunnen we misschien zo ook doen. Ja, we hebben ook verstoppertje. Ja, dat is altijd het probleem, hè. Er is zoveel te doen op Star Stable. Of nou ja, op Star Stable valt het wel mee. Maar wij verzinnen gewoon altijd de leukste spelletjes. Oeh, een plant. Dus laat even in de reacties weten wat jullie graag willen zien na het kampioenschap. Oh, er kwam een heel raar geluid. Red Hieran is een blauw paard. Oh, we zijn weer aangekomen bij mijn favoriete feest van het jaar. Midzomer, woehoe! Kan je straks blijven staan voor een foto? Nou, ik denk dat het hele spel dan weer gaat... Oh, zouden we weer voor elkaar krijgen om het hele spel te crashen? Dat zou wel een beetje sneu zijn. Dat gebeurt de laatste tijd echt heel veel tijdens de livestreams. Als we allemaal op één plek zijn, dan valt het hele spel gewoon uit. Voor iedereen ook. Dat zou wel erg zijn als het nu gebeurt bij het kampioenschap. Want er zitten hier ook veel mensen bij die dus waarschijnlijk mij niet kijken. Even kijken. Succes met de race. Hij start bijna. Oké, nog 4 minuten en 3 seconden. En dan, dan is het tijd om te beginnen met het kampioenschap van Moreland. Ik ben heel erg benieuwd of ik ga winnen. Wat ik ondertussen even ga doen, is denk ik even op mijn andere laptop, waar ik de chat zie. Oh, ik zit vast. Niet meer. Wat ik even ga doen op mijn andere laptop, terwijl de kampioenschap bezig is, ga ik even zoeken naar een plaat voor Waar is Wally? Waar is Wally? Full HD, anders dan doet hij. En dan, dat is de plaat die ik dan aanzet als we zo meteen een verstoppertje gaan doen. Oké, jongens, nog 3 minuten en dan gaan we beginnen. Oké. Heb ik een goede waardes Wally plaat? Volgens mij heb ik een hele mooie plaat. Die kan ik dan zo meteen aanzetten. Oh, dit is echt heel leuk. Hebben jullie er zin in? Doe dan een duimpje omhoog. Oh, dan kijken 1000 mensen. Heel cool. Sims 3. Ja, dat wil ik ook wel weer spelen. Maar ik heb de laatste tijd zoveel vlogs om te maken. Dat ik elke keer die vlogs maar doe. Eigenlijk heel gek. Waar is Wally? Maar sommige zijn ook echt heel moeilijk. Dat ik me afvraag, is het wel gezond voor je ogen om daar zo lang naar te kijken? Dat kan gewoon niet. Is dit een goede plaat? Nee, deze vind ik niet heel goed. Straks zoek ik een plaat uit en dan is Wally daar niet eens op te zien. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dan is het gewoon fake. Oh. Nou, oh, iedereen staat in mijn poppetje. Nou, wat gezellig hier. Ja, dit is wel Finding Wallo. Where's Waldo? Ja, nee, maar dit is veel te moeilijk. Dit is veel te moeilijk. Het moet wel een beetje makkelijk zijn. Wel een beetje makkelijk, anders vind ik het sneu. Download. Oké. Er komt zo meteen een Waar is Wally plaat voor als we een verstoppertje gaan spelen. En dan ben ik heel erg benieuwd of jullie hem kunnen vinden. Hopelijk krijg ik nou geen virus op mijn laptop. Altijd angst. Nee, het is geen virus. Gelukkig. Oké. Ja, jullie kunnen nu niks zien hoor, want ik bereid het alvast voor zometeen. Ja, oké. Ik heb het nu verstuurd naar mijn computer. Oké, jongens. Hebben jullie er al zin in? Ik doe even deze uit. Waarschuw mij als de tijd van het kampioenschap voorbij is. Want ik heb nu eventjes het Star Stable scherm uit. Dus je ziet mij nou wel bewegen. Maar niet... Kijk, want hier hebben we die Shire, maar die kan inmiddels wel weg. Dat is van de update van 2 weken geleden. Als het goed is, heb ik hier... Ja. Oh, yeah, there he is. Even kijken hoor, kan ik dat ook een beetje even goed doen? Hopelijk staat hij nou niet nu in beeld trouwens, want dat zou heel erg zijn. Centreren op het scherm. Oh, nee, dit is niet de bedoeling. Wacht even, sorry jongens. Dit is niet hoe het moet. Ik moet hebben... Aan het scherm aanpassen. Ja, en nou moet hij niet op mijn hoofd. Niet op mijn hoofd. Niet op mijn hoofd. Niet. Yay, mijn witte vierkantje is terug. Oké, dus die doen we zo meteen aan. Als we gaan verstoppertje spelen. Want dan kunnen jullie Wally zoeken.
Het staat in het scherm. Ja, dat klopt. Ik zie hem. Nee, hoe kunnen jullie het nu al zien? Het was niet de bedoeling dat jullie nu al Wally gingen zoeken. Je ziet hem. Ja, maar waar dan? Dat kan gewoon niet. Oh, hij is al weg. Ik keek even op mijn laptop mee, die loopt net iets achter. Je hebt nog 40 seconden. Dankjewel voor de reminder. Ik ben gelukkig op tijd terug. Oké, welke kampioenschappen hebben we nog meer? Oh, nee, ik bedoel dat andere schermpje. Oeh, al die mensen verdwijnen. Oh, ja, kijk, dit is zo raar, hè? Als je dus verdwijnt van plek, of verplaatst van plek, dan komen er ineens alle mensen die hier zo zeg maar staan. Dus eigenlijk staan hier nog veel meer mensen. Kijk, maar die laat Star Stable gewoon niet allemaal zien, omdat het spel het gewoon niet aan kan. We hebben het spel nog niet laten crashen. Dat vind ik wel knap. Hoe kan het eigenlijk dat we het nog niet hebben laten crashen? Vorige keer is dat ook gebeurd. Maar hoe kan het dat het nu niet is? Oh, wedstrijdgroep. Oké, net hadden we trouwens 20 wedstrijdgroepen. Dus dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel we er nu hebben. Kampioenschapsschema. We zitten nu op 6 uur. Oh nee, 5 uur. Moorland. En we hebben straks Fort Pinta. Ja, en die ga ik allemaal niet meemaken nu. Ja, wel leuk. Ik vind het wel leuk dat we net dat ene kampioenschap hadden. Die renbaandinges. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik zit in groep 4. Woe! Je bent niet scherp. Moet je even naar de drie puntjes gaan om naar het tandwieltje en op de hoogste kwaliteit zetten. Dat is 1080p of hogere beeldschermkwaliteit. Ik kan niet meedoen met het kampioenschap. Star Stable update nog niet. Oh. Gaan we een verstoppertje doen? Ja, ik denk dat het wel leuk is om hierna een verstoppertje te spelen. Want dat hebben we nog heel lang niet gespeeld. En Star Stable, een verstoppertje spelen op Star Stable is heel erg leuk voor als jij de livestream kijkt. En als jij gewoon Star Stable meespeelt. Dus eigenlijk als je het allebei doet. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken. Want dan gaan we zo een verstoppertje spelen. En ik heb er heel erg veel zin in. Ik moet trouwens opletten, want we gaan bijna beginnen. 7 seconden, 5, 4, 3, 2, 1... 3, 2, 1. Hij gaat opnieuw aftellen. Oké, ik hoop dat ik ga winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, nu sta ik eerst. Dat is goed. Dat is goed. Maar dit is niet voor lang. Dit is niet voor lang. Bochtje. Oh, nee. Ofwel kan ik wel hierover. Jawel, dat kan wel. Ik sta 7e. Is dat goed? Nee, dat vind ik slecht. Kom. Ik sta nog steeds 1e. Wat is dit? Maar al, dat loopt sowieso achter. 5e. Oké. Dit gaat goed. Ik sta vooraan. Kom op, Zoe. Je kan het. Oké. Het voordeel is nu trouwens wel. Alle paarden zijn volgens mij blij. Want dat was volgens mij... Hé, waarom sta ik ineens 8e? Nee. Dat was volgens mij het leukste uit de Star Stable update van vorige week. Dat alle paarden blij zijn gemaakt. Wacht, dus trouwens die van iedereen. Dus iedereen is nou super snel. Oh, ze lopen allemaal achter me aan. Hoe kan ik 6e staan als ik gewoon vooraan sta? Wat is dit? Zijn dat mensen die dan gewoon hun scherm uitzetten? Of zeg maar al de spelers negeren? Dat zal me niks verbazen. Oké, kijk, dit is een afsnij. Let op, afsnijroute. Nee. Oh, hij gaat sowieso crashen. Het gaat goed. Nee. Ik heb het gemist. No. Dit was mijn enige kans om te winnen. Nou ja, ook niet helemaal, maar... Oh, no. Waarom mist ik dat punt nou weer? Oh, dit gaat veel te snel. Mijn hersenen kunnen dit niet aan. 12e. Nee, wat stom. Doordat ik dat ene ding miste. Maar ik heb überhaupt niet eens in de top 3 gestaan. Hoe kan dat? Nee, poepzooi. Hoe kan ik nou weer slechter zijn in het Moorland kampioenschap dan in het kampioenschap van de Nee. No. Dan in het kampioenschap van de barones. Wat is dit? Oké. We zijn onderweg. Ik strijd voor plek 15. Ja, wat is dit voor kansloze poep. Dit ga ik niet halen. 15. Volgens mij is dat gewoon de laatste plek. 14e. Yay. Letterlijk net als ik plek nummer 4. 10 plekken eerder. Of hoe zeg je dat? 10 plekken ervoor. En toen had ik geen eens een level 15 paard. Je hoort jou helemaal op die toetsen rammen. Ja, hoor maar. Ik wil gewoon winnen. Oh, waarom wordt mijn scherm zwart? Oh. Huh? Is Star Stable uit? Oh nee. Mijn toetsenbord liep. Ik zat nog even voor de gein om het toetsenbord te rammen. En toen ging die... ging het toetsenbord deed het scherm even weg. Welke groep heb je, Daphne? Volgens mij zat ik in groep 1. Ah, ik was echt kansloos. Net was ik nog blij. Nou niet meer. Uraya is echt schattig. Yay! Vind ik ook. Ik moet nog wachten totdat ik mag beginnen. Oké, maar we gaan een verstoppertje doen. En misschien is het alvast leuk als ik ga uitleggen hoe we een verstoppertje gaan spelen op Star Stable. Nou, ik ga zo meteen... Oh, wacht even hoor. 14e. Nee. Ik heb wel geld gekregen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Maar
Nou, dat was het kampioenschap van vandaag. Maar goed, we gaan verstoppertje spelen. Ik ga het nu uitleggen. Dit is superleuk. Ik wil 1 ronde doen. Maar stel het is nou heel erg leuk, dan doen we 2 rondes. Oh ja. Ik ga zo de trailer in. Dan zet ik mijn beeldscherm uit en dan krijgen jullie die zoekplaat. Dat waar is Wally? Dan ga ik me ondertussen verstoppen. Want jullie zien geen Star Stable spel, maar ik wel. Ik zet het spel voor jullie uit. Jullie kunnen niet meekijken. Nou, dan ga ik me ergens verstoppen. En dan is dus de bedoeling dat jullie mij uiteindelijk gaan zoeken. Van waar ben ik verstopt? En degene die mij als eerste wint, die is natuurlijk de winnaar. En die ziet zichzelf terug op beeld. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk als je hebt gewonnen. Dus ik ga de trailer in. Wacht, ik wil eerst even kijken waar ga ik verstoppen. Het is ook wel eens gebeurd dat mensen gewoon een random trailer ingingen. En dan hoopten dat ze bij mij uitkwamen. Dus ik hoop niet dat dat nu gaat gebeuren. Want dat zou ik heel erg jammer vinden. Want dan ben ik gelijk verklapt. Oké, maar waar zal ik mij gaan verstoppen vandaag? Ik wil eerst even kijken naar een goede plek. Daar moet ik even over nadenken hoor, sorry. Ik moet even tactisch nadenken. Wat is een goede verstopplek? Wat is een goede verstopplek? Wat is een goede verstopplek? Ik denk dat ik een verstopplek weet. Maar ik heb ook zo'n gevoel dat jullie na 10 minuten al gaan doorhebben waar de verstopplek is. En ik ga de muziek uitzetten, want anders kun je natuurlijk raden waar ik ben. En de achtergrondgeluiden misschien ook. Dat je alleen nog die hoefjes hoort. Oké, en dan doe ik mijn gebruikersinterface ook alvast weg. Want anders kunnen jullie zien waar mijn locatie is. En dan ga ik nu dus het Star Stable spel uitdoen. Dan komt er waar is... Oh nee, ik moest op Wally! Oh, poepzooi! Het gaat fout! Sorry jongens, jullie zijn echt heel goed. Dat was een foutje van mij. Sorry. Ik moest op Wally. Oh, poep. Ja, jullie zijn toppers. Bedankt voor het zeggen, want ik moet inderdaad op Wally. Want ja, ik heb natuurlijk een paard die Wally heet, dus dat is heel erg leuk. Zou ik dan ook een rode outfit aandoen? Want Wally is rood-wit truitje. Heb ik dat? En een rode muts? Dan ga ik me verkleden als Wally. Dat ging helemaal fout. Iets roods. Een rood-wit gestreept iets. Oh, ik heb wel dit. Heb ik dat niet? Nou, ik heb het niet. Ik heb wel een hoedje die daarop lijkt. Nou, ik heb helemaal niks rood-wits. Nou, tot zover verstoppertje. Nee, oké, even kijken. Ik ga wisselen. Een ander paard, Wally. Ja, en dan gaan we daarmee waar is Wally verstopspelletje spelen. Deed ik het eigenlijk ook altijd met paard? Jawel hè. Ik moet met paard en al gaan verstoppen. Nee, waarom ga ik eigenlijk dan op Wally? Dat is zo onhandig, want Wally is echt heel erg groot. Dus jullie zien dan gelijk waar ik verstopt zit, omdat hij zo groot is. Maar hij is wel... Ja, hij valt wel op hè. Maar dat drakenpaard, dat valt nog meer op als ik daar op verstoppertje zou spelen. Oké. Ik ga me verstoppen, jongens. Ik ben heel erg blij dat jullie zeiden ga op Wally. Want ik was vergeten. Je hebt leuke humor. Jee. Ik weet niet of dat goed of slecht is, maar jee. Oké, ik ben benieuwd. Oh. De trailer. Oh, kijk hoeveel mensen hier staan. Dit is niet normaal. Wow. Hallo allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn bij de livestream. Er komen nog heel veel mensen uit. Oh, er is zoveel geld uitgegeven aan die paardentrailer vandaag. Oké, verstoppertje. Ik heb net de uitleg gegeven. Ik hoop dat iedereen nog de uitleg weet. Zo nee, ik ga zo meteen mijn Star Stable scherm uitzetten. Jullie krijgen een hele mooie zoekplaat te zien. Dan moet je Wally zoeken. Wally is een jongen in een rood-wit gestreept truitje. Die moet je gaan zoeken. En ondertussen ga ik mij verstoppen op het spel. Jullie zien dus niet dat ik dat doe. En als ik het scherm weer aandoe, is de bedoeling wie mij het eerste vindt, die heeft gewonnen. Dus ik ga de gebruikersinterface wegdoen. Ik ga een plek... Oh, wacht. Ik moet natuurlijk ook Star Stable uitzetten. Zou ik bijna zelf het hele spel verpesten. Is dat even mooi? Even kijken. Oké. Ik hoop dat ik dan zo mijn scherm nog terugkrijg. Maar dat is maar één manier om erachter te komen. Oké. Ik ga naar een verstopplek. Ik vind het heel spannend, want ik ben heel bang dat jullie al gaan raden waar ik mij ga verstoppen. Oké. Zoek Wally! Nu kunnen jullie Wally zoeken. In de tussentijd dat ik mij verstop. Dus laat even in de reacties weten of jij Wally hebt gevonden. Op die plaat die jullie nu ergens zien loopt een man in een rood-wit gestreept shirtje. En dat petje, hij staat ook linksbovenin. Dus nu is aan jullie de taak om... Ik zie iemand! Nee! Om Wally dus te gaan zoeken op die plaat. En ondertussen ga ik mij dus verstoppen. En als ik zo meteen de plaat weer uitzet en het Star Stable scherm weer aan, nou, dan ben ik dus verstopt. Oh, ik zie mensen verzoeken. Wat is het erg. Ik zie mensen op Star Stable. Ik ben aan het rennen in het spel. En ik zie mensen gewoon rondzoeken naar mij. Nee, ga alsjeblieft weg. Nee, ga weg. Niet, want als zij mij vinden, dan ben ik al verraden.
Oh, dit is heel opvallend. Oké. Ik hoop niet dat jullie... Oh, dit heeft me al verraden. Horen jullie geluid of zo? Ik hoop het niet. Oké, ik ben nog steeds aan het zoeken naar een plek. Ik heb dus alleen het geluid van de hoefjes aangezet. En nu ben ik eens aan het zoeken naar een plek. En als zometeen mijn scherm weer aangaat, dan kunnen jullie beginnen met zoeken naar mij. Op Star Stable. Ik hoop niet dat je hoort waar ik ben. Oh, dit is zo niet... Nee, ik ben dead. Oké, nu niet meer. Ik moet een verstopplek gaan zoeken. Ik moet me ergens gaan verstoppen. Ik denk dat ik me hier ga verstoppen. Ik denk dat ik dit een goede plek vind. Dit is zo'n slechte plek. Dit is zo slecht. Dit is zo slecht. Oké, maar ik ga het gewoon doen. Ach, nee, ik wil hierachter. Hi, jongens, het komt. Ik ga bijna... mensen zeggen ik heb Wally gevonden. Waar staat Wally? Je geluid staat aan. Ja, klopt. Oké. Gebruikersinterface. En dan doe ik mijn Star Stable scherm weer aan. En dan kunnen jullie mij zoeken. Waar is Wally, jongens? Oké. Ik hoop dat hij het doet. Doet Star Stable het nu? Als het goed is, dan moet hij nu terug zijn. Nu moet hij terug zijn. Ik hoop... Is hij terug? Nou... Succes, de zoektocht is begonnen. Ik heb echt mijn best gedaan op een verstopplek. Zo makkelijk. Wally is bij de trein. Waar is Wally? Hij is bij de trein, zegt iemand. Oh ja, maar jullie kunnen de plaat al niet meer zien. Oh ja, of niet? Nee. Oh, jullie zeggen nee. Ik zie geen Star Stable. Oh, bedankt voor de snelle feedback. Oh no, waarom doet hij niet? Oh, Wally zit ervoor met zijn dikke hoofd. Ja, gefixt. Eerst je iPhone ontgrendelen. Schrik me helemaal poepie. Die iPhone gaat aan. Die Siri. Nou, we zien de plaat nog. Sorry jongens. Gevonden trein. Oké. Sorry, Wally zat ervoor. Ik had vergeten dat ik dat knopje van Wally uit moest zetten in plaats van Star Stable. Oké. Niemand heeft me nog gevonden. Dat vind ik tot nu toe best wel goed. Want ik heb ook wel eens gehad dat mensen mij in 5 seconden hadden gevonden. Ik kan ook iets mijn scherm draaien om te kijken of mensen mij kunnen vinden. Maar dan moet ik uitkijken dat ik mezelf niet verraad. Oké. Er is nog niemand? Er is nog niemand! Yes! Het gaat goed! Er is nog niemand. Dit duurt al best wel lang. Ik heb nog nooit zo lang volgehouden. Je zit bij de rijhal. Dat is in het noordelijke berg of zo. Wat is de server? Ik moet gaan. Smederij in Moorland. Bij dat circus. Bij de smederij. Kampioenschap. Daar op de berg. Bij de UFO. Waar zou ik zijn? Veeldeel. Mensen roepen al plekken dat ik denk... maar nog niemand heeft mij gevonden. Dit verbaast mij wel. Dit vind ik wel vet. Niemand heeft mij nog gevonden. Dat duurt nooit zo lang. Waar is iedereen? Ja, ik ga echt niet verder kijken. Ik durf niet. Oh, wel, ik kan wel. Nee, ik durf niet. Is er iemand? Nee, er is nog helemaal niemand. Er is nog niemand. Er is iemand. Ja, iemand heeft het goed geraden. Maar dit heeft hij in de chat. En die is niet bij mij. Dus dat kan ik niet goed. Ik kan je niet zien. Ik heb je net gezien. Dit is leuk. Mensen hebben mij nog steeds niet gevonden. Dit duurt echt lang. Er zijn mensen die het al... Ja, mensen gaan het nou goed raden. Nee. Er zitten ook nog steeds mensen fout. Ik heb nou meer goede antwoorden gezien dan fout antwoorden. Maar het leuke is... There's nobody at me. Er is nog niemand bij mij. Ik weet waar je bent. Kom dan. Er is nog niemand bij mij. Dus dat is heel erg mooi. Ik ben op een andere server. Ja, dat is niet handig. Daar ben ik niet. Oh, dat zou mooi zijn als ik nou ineens stiekem zou zijn verwisseld van server. Oh, nee, er is iemand. Nee, nog één. Oh, nee, 2 meisjes. Nou, ik kan hun naam niet zien, want dan verklap ik waar ik ben. Maar deze 2 met die mutsjes. Ze hebben me gevonden. Hallo. Wacht, kan ik de chat openen? Hoi, ik zeg wel hoi. Er komt hun naam ook. Oh, en een meisje met een fjord. Oh, nog één met een Arabier. Deze Lusitano. Hoi, Laia. Laila, Lena, die hebben mij gevonden. Het zijn er nu 1, 2, 3, 4, 5. Oké, valt me nog mee. Oh, hier nog één. Oh, maar die gaat de verkeerde kant op. Ah, die ging gelijk naar die boom toe, maar ik sta bij deze boom. Ja, ik ben gevonden. No. Oh, nog één. Oh, maar
maar dit gaat wel iets minder snel. Zeg maar, ik heb ook wel... Oh, oeh, ik verraadde gelijk waar ik was. Ik heb ook wel plekken gehad dat het echt wel langer duurde voordat de mensen kwamen. Of dat het niet lang duurde, bedoel ik. Dat er heel weinig mensen steeds... Oh, ik kom echt niet aan mijn woorden. Het duurt best wel lang. Weet je, zal ik laten zien waar ik zit? Is dat leuk? Zal ik laten zien? Oké. Ik doe nog niet mijn... Oh, kijk, er rende iemand, maar die rende weg. Oh, nog één. Ja, kijk jongens, daarachter zat ik. Achter die boom. En ik ging via dat pad, ging ik hier naar beneden achter die boom. Dus het was best wel een goede plek. Oh, er komen steeds meer mensen. Kijk, nu kan je het een beetje zien. Ik zie heel veel mensen daar rennen, maar ze rennen allemaal de verkeerde kant op. Ja, zal ik het laten zien waar ik zit? Dat is denk ik wel leuk, hè? Ik zat in het noordelijke berggebied. Hé, waarom heeft zij vlinders? Anja Maidsmit, wat is dat? Huh? Hoe heeft zij vlinders bij de hoofd? Wat is dat? Is dat zo'n soort effect of zo? Wow, dat ziet echt heel apart uit. Maar, oh, steeds meer mensen hebben het goed. Maar er waren dus ook mensen in de chat die het goed hadden. Ja. Oh, jongens. Ja, ik maakte een foutje en toen zag ik jou, zegt iemand. Ja, ik kwam van hier zo. En weet je hoe ik ben gegaan? Ik heb de renbaan van de barones gepakt. Daar was ik heen gegaan. Toen ben ik met die soort, ja... Met een soort stoeltjeslift ben ik hierheen gegaan. En toen ben ik gaan rennen en toen kwam ik uiteindelijk hier zo uit. En ja, jullie hebben me gevonden. Het duurde echt wel lang. Ik heb echt wat plekken gehad dat iedereen me binnen 5 seconden had gevonden. Maar nu duurt het wel lang. Maar ja, het is ook best wel moeilijk, want er is totaal geen herkenningspunt. Want het is een boom met een rots. Wie raadt dat nou? Ja, niemand. Maar ik vind het wel heel leuk. Kijk nou, al die mensen. Oh, dit is echt leuk. Het is wel een leuke foto zo. Met die mensen hier. Verstoppertje spelen met 1000 mensen. Hoe leuk is dat? Zullen we nog 1 ronde doen? En dan kijk ik of ik misschien iets makkelijker kan. Nee, het moet juist ook wel weer een uitdaging blijven. Oh, hey, ik had ook hierheen kunnen gaan. Dit is ook wel een mooie plek geweest. Maar dat viel wel op. Nou, hier zat ik dus verstopt. Hier kan je het een beetje zien. Het is best wel een onbekend gebied, een Star Stable. Nog een keer. Oké, zullen we nog 1 keer doen dan? Nog 1 verstoppertje ronde. 1 rondje. En dan ga ik even kijken naar... Oh! Oh, ik wilde even laten zien waar ik zeg maar vandaan kwam. Maar dat lukt niet. Dan moet ik denk ik omlopen. Kun je Bunny erbij halen? Nee, Bunny is aan het chillen. Bunny hebben we vandaag al lastig gevallen. Want Bunny heeft Uraya ontmoet. Dus dat vond hij wel grappig. Maar ik weet nog niet wat ze ervan vonden. Volgens mij boeit het hun eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar Bunny en Uraya hebben vandaag elkaar gezien. Het was wel heel schattig. En Bunny is dik. Nou, dankjewel. Ik zal het dan doorgeven. Oké, nog 1 ronde verstoppertje dan. Nog 1 ronde verstoppertje. Kijk, dit was dus de weg hoe ik zeg maar ging. En je hoorde dus mijn hoeven over dat ding rijden. Over dat bruggetje. Kijk, en dan ging ik via dit ding. Via dit, ja. Oh kijk, hier zie je mensen ook echt, die doen dezelfde route. Ik had me ook hier kunnen verstoppen zo te zien. Ja, maar dan, oh ja, hier had ik me kunnen verstoppen aan de achterkant van dat gebouwtje. Dat was goed geweest. Maar als je dan mensen had die via de andere kant gingen, dan kwam je ze tegen. Wat is dat gebouw? Dat gebouw, dat is voor de liftje. Oh, dat klonk heel raar. Wil je de volgende keer in geen Snowrider gebied doen? Nee, dat vind ik eng. Dat durf ik niet. Want dan ben ik bang dat mensen mij gaan zien. Want het verbaasde me al dat niemand deze trailer had gepakt. Want het gebeurt heel vaak dat mensen gewoon een random trailer ingaan. In de hoop dat ze mij tegenkomen. Oké, we doen nog 1 ronde verstoppertje. Nog 1 ronde. En het is heel leuk, want de mensen die geen Star Stable spelen kunnen ook meedoen. En de mensen die wel Star Stable spelen, die kunnen ook meedoen. Dus ik zou zeggen, als je geen Star Stable speelt, ga lekker raden waar ik zit in de comments. En als je wel Star Stable speelt, gaan wij zoeken. Oké, eerst even kijken. Waar wil ik mij nu gaan verstoppen? Want er zijn heel veel plekken op Star Stable. En ik moet even een goede plek zoeken. Ja, zou ik daarheen gaan? Dat durf ik niet. Jawel, ik... Nee. Ik heb een plek in gedachten, maar ik durf niet daarheen. Want ik ben bang dat jullie het gaan raden. Ik ga het doen. Ja, ik ga naar die plek. Dit moet uit. En dan ga ik nu Wally terugzetten, want dan gaan we verder... Wow, mijn hoofd was heel dichtbij op beeld. Sorry dat ik dat jullie moest aandoen, maar... Ik ga Wally weer aanzetten. En doe ik Star Stable weer uit. En dan moet ik zo opletten dat ik dezelfde volgorde doe. En niet andersom. Oké. Als het goed is zien jullie nu Wally, hè? Ik wacht even totdat jullie ja zeggen. Want, ik durf niet. Ik ben bang. Ik ben bang straks jullie... Ah, zien jullie Wally al?
Ja, jullie zien Wally. Oké. Ik ga gauw. Snel. Oké, snel. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang dat mensen mij gaan tegenkomen nu. Nee, dit was zo niet handig. Dit was zo niet handig. Oh, no. Er lopen dus nu al mensen achter me aan, hè. Dit was zo niet handig. En ik kan dus niet verklappen waar ik zit. Want ja, dan is het hele lol van verstoppertje eraf. Oké. Nee. Ik ben nog gecrashed ook. Ja, nee, dit vind ik niet fijn. Ik ga haar negeren. Sorry, Stella Grasschild. Maar jij hebt het al verklapt waar ik zit. Maar ik heb wel je naam genoemd, dus ik hoop dat je het leuk vindt. Maar zij heeft dus goed geraden waar ik heen ging. Dat vind ik heel erg knap. Maar dat is niet de bedoeling, want dan verklapt ze het gelijk aan iedereen. Ah! Oké, Stella, als jij in de chat zit, laat even weten in de reacties. Tot nu toe is alleen Stella mij achterna gegaan. Ik kan haar nou alweer negeren trouwens. Of van de negeer afhalen, want ze weet nou niet waar ik ben. Oké, ik ben dus op zoek naar een verstopplek. Ik heb een plek. Oh, dit is niet handig. Dit is niet handig. Jawel, dit is wel handig. Ah, ik heb bijna mijn verstopplek gevonden. Jongens, dit is echt zo'n avontuur. Als jullie kunnen meekijken op mijn scherm. Je weet niet wat je hier overkomt. Wacht, kan je horen waar ik zo zit? Ik heb een speaker, maar die is een beetje gek. Volgens mij kan je niet horen waar ik ben. Je hoort mij lopen? Nee, je hoort waar ik zit. Je hoort waar ik zit. Dit is niet handig, maar ik ga het wel doen. Oh. Nee. Oké, ik heb een plek. Gebruikersinterface verbergen. Ik ben verstopt. Mijn hoofd zit half verstopt, want anders is het te makkelijk. Anders kunnen jullie mij zo raden. Oké. Ik zou zeggen, heel veel succes allemaal. En degene die mij als eerste heeft gevonden, die is een toppertje. Ik zit er half in het bosje. Oeh, dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar anders gaan jullie mij sowieso raden. Want je hoort waar ik zit. Ik ga iets naar achteren, anders vind ik het wel eer. Niet vals spelen. Oh, nee. Oké, ik ga niet verder dan dit, hoor. Oké. Ik weet waar je bent. Ik weet waar. Wacht. Oh, nee. Nog iets naar achter, want ik wil wel eigenlijk dat jullie mij zien. Dat is wel zo eerlijk. Oh, no. Oké. Nee, ik heb nog niet het goede antwoord. Ik heb wel een goede antwoord. Iemand heeft het goed. Maar ze zeggen iets. Maar volgens mij is dat niet het goede. Ja, mensen zeggen iets. Maar ik weet niet of zij bedoelen waar ik zit. Oh nee, mensen hebben het goed. Ja, plopperdeplop. Mensen hebben het goed geraden. Maar ik zie nog niemand. Ik sta... Oh, mijn Siri gaat aan. Dat is niet handig. Ja, mensen zeggen een bepaalde dinges, maar volgens mij is dat niet waar ik nu zit. Het verbaast me. Nog niemand is bij mij. Dat vind ik eigenlijk best wel goed. Oké, ik ben helemaal uit dat ding. Dat jullie het niet weten. Ja, mensen weten het wel. Of kan niemand mij hier zien? Dat zegt iemand nu. Grot. Oh, ik ging het antwoord voorlezen. Oepsie. Oh, mensen die gaan natuurlijk nu zoeken op plekken. Maar ik zit daar niet. Ja, je bent nu zonder Wally. Ja, want Wally mag hier niet komen. Dat is waar, ja. Goeie opmerking van jullie. Wally mag niet op de plek komen waar ik nu ben. Dus waar zou ik nu zitten op Star Stable? Zonder Wally. Je kan elkaar niet zien daar. Zo, je kan niemand zien. Wat? Wat is dat voor flauwekul? Wacht. Nou verklap ik waar ik zit. Hoe kan het dat niemand mij hier ziet dan? Ik had hier inderdaad al lang iemand verwacht. Nou, ik verklap gelijk mijn plek. Maar hoezo kan niemand mij hier zien? Dat is wel goed dat jullie dat zeggen. Oh, dat was die gekke geest uiteraard. Huh, hoe kan dat? Waarom kan niemand mij hier zien? Ik zie helemaal niemand. Niemand kan je daar... Nou... En nu... Oh ja, niemand kan mij zien. Nou, wat stom. Nou ja, kijk dit dan. Je ziet inderdaad mensen in en uit die grot rennen. Hoe kan dat? Ik weet letterlijk dat ik nog een livestream of een video hier heb gemaakt. Kijk, hier staat iedereen. Hey, ze verdwijnen allemaal. En hey, ze komen alweer terug. En ze verdwijnen weer. En ze komen allemaal weer terug. En
ze verdwijnen weer. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden een video heb gemaakt met, volgens mij was het toen met Stephanie Darkson en Judith en weet ik het allemaal. En toen hebben we een video gemaakt dat we hier ook met z'n allen gingen rennen en dingen doen en zo. En toen kon je elkaar nog zien. Waarom heeft Star Stable dat nou weer aangepast? Nou ja, mensen, jullie hadden het dus goed. Er waren ook heel veel mensen in de comments die zeiden Grot van Moorland. En ja, ik zit ongeveer wel een beetje in Moorland. Ik zit hier zo. Maar, en Wally staat daar. Maar ja, de Grot van Moorland is natuurlijk die soort vuurmijn. Zeg maar met dat vuur en zo, met die mijn. Ik denk dat jullie die bedoelen. Maar dit was dus de tombe van Jarl of zo, weet ik het. Maar hier ben ik volgens mij ook wel eens geweest met een missie. Maar ik weet alleen niet wat daarachter zit. Maar waarom kan er niemand heen? Alleen in de Star Stable heeft dat... Missie is het geheel van activiteiten die uitgaan van de Rooms-Katholieke Kerk tot verbreiding van het evangelie, in woord, sacrament. En daar te midden van niet-christelijke volkeren. Zal ik doorgaan? Nee, alsjeblieft, hou je mond. Oh, hij stopt. Waarom ging die Siri ineens praten? Die ging zich ineens overal mee bemoeien. Nou, ik vind het wel een beetje jammer door, jongens. Nee, maar we gaan... wat anders doen, want twee keer verstoppertje is wel mooi geweest. Ik denk dat het wel weer heel erg leuk is om een rijtje te gaan maken. Maar dan een mega rij van Fort Pinta naar Moorland en verder. Even kijken. We gaan een rijtje maken, dat is wel heel erg leuk. Waar is mijn paard? Oh ja, die had ik natuurlijk daar gezet. Kijk, daar staat Wally. Dus jullie hadden natuurlijk ook alleen Wally kunnen herkennen en mijn poppetje niet eens kunnen zien. Oh... Dat is een privéplek. Ja, dat wist ik niet. Ik wist niet dat het een privéplek was. Want jaren geleden kon je dan al wel met z'n allen komen. Maar Star Stable heeft dat uitgezet. Kijk hoeveel mensen er zijn. Dit is echt bizar. Oké, we gaan iets heel erg leuks doen. Iets wat ik nog leuker vind dan Verstoppertje. Nee, dat is niet waar. Nee, Verstoppertje blijft het allerleukste. Maar, nou, dit was eigenlijk niet zo'n hele goede ronde, hè? Maar ik vond het wel leuk. We gaan iets heel erg leuks doen en dat is namelijk een rijtje maken. Wie weet wat ik bedoel met een rijtje maken van Fort Pinta naar Moorland? Laat even weten in de reacties. Ja of nee? Weet jij wat ik wil gaan doen? Nou, mensen rennen al de goede kant op. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die het wel weten. Maar ik zal het even uitleggen voor de mensen die het niet weten. We gaan iets heel erg leuks doen. En het is heel belangrijk dat je als je Star Stable speelt... Het is ook heel leuk om te zien als je kijkt. Maar het is heel erg leuk om te zien als je Star Stable speelt dat je goed luistert. Je moet goed luisteren en echt meedoen. Want het is, oh, mensen gaan al beginnen. Dit is fantastisch. Het is het allerleukste als iedereen meedoet en gewoon goed luistert. En doet wat we zeggen. Dat is het allerleukste. Want de bedoeling is dat we hier zo beginnen. Fort Pinta. Laten we de entreepoort als start doen. En we gaan in een treintje allemaal achter elkaar. Kijk, mensen weten al. Jullie zijn de beste. Mensen weten al wat ik wil gaan doen. Kijk, allemaal achter elkaar. En ga alsjeblieft niet in elkaar. Ga ook niet mij achtervolgen. Want dat is gewoon niet leuk. Het is het leukste als iedereen gewoon achter elkaar in een treintje. Kijk, hier. Af en toe komt het al tevoorschijn. In een treintje een hele lange rij maakt. En die lange rij, die gaan we dus maken. Hier zo op deze weg. Van, ja, Fort Pinta. Helemaal naar Moorland. Kijk hier, je ziet al steeds meer mensen. Maar blijf staan op je plek. Want zo meteen gaan we dus de rijen van helemaal van begin naar einde. Dus zoek een leeg gaatje op in de rij. Ga daar staan. En wacht op het teken. Dan, nou, het teken is, dan ga ik terug. En dan ga ik aan het begin van de rij beginnen. En dan ga ik iedereen opnoemen die in die rij staat. Dus je ziet jezelf terug in de video. Ik noem je naam op. Dus het leukste is als iedereen gewoon in de rij gaat staan en niet mij gaat volgen. Want dan kom je vanzelf in beeld. Dus ga in de rij staan en alsjeblieft niet mij volgen. Want dat is gewoon het leukste als we zo'n lang mogelijke rij kunnen maken. Oké, we beginnen dus bij Fort Pinta. Ik ben nou dus de route aan het lopen. Ik ben heel blij dat mensen mij niet achtervolgen. Want dat is natuurlijk het allerleukste. Nou... Ik hoor een stofzuiger. Ik hoop dat jullie mij nog horen. Nou, we maken een rij. Ik ben nog steeds dus de rij aan het uitstippelen. Moorland. Het zal me verbazen als we tot hier uitkomen. Dat zal wel heel cool zijn. Nou, Moorland. Dan gaan we hier doorheen. Nee. We gaan door het Moorland dorp. We maken de rij door het Moorland dorp. Ik weet niet of het tot zover gaat komen hoor. Nou, als we hier zijn met Moorland dorp. Dus zoek een plekje in de rij. Ga in de rij staan. En dan gaan we uiteindelijk daar omhoog. En dan gaan we naar Silverkleed. Maar ik denk niet dat hij tot zover gaat komen. Want dan gaat het spel weer vastlopen. Maar dat is dus het idee van de rij. Dat, we gaan zo'n lange rij maken. Zo'n treintje. Dus ik ga nu langzaam naar het begin van de rij. Naar Fort Pinta. En dan ben ik heel benieuwd hoe ver jullie zijn gekomen. En dan is het tijd om te beginnen. Want ja, ik moet nog best wel een eindje terugrijden. Wil je nog langere tijd online zijn?
Nou, ik ga niet heel lang meer door. Oké, mensen zijn dus bezig met het rijtje. Alsjeblieft niet mij achtervolgen, maar ga in het rijtje staan bij de rest en niet in elkaar, maar gewoon een lang rijtje maken. En dan gaan we kijken of het ons lukt om een rij te maken van Fort Pinten naar Moorland. En het is de vorige keer ook gelukt, dus het zou super cool zijn als het nu weer lukt, want ja, het is gewoon heel erg gaaf. Oké, ik moet even kijken waar is de livestream gebleven, want ik heb hem nu niet meer openstaan op mijn laptop. Het was een beetje verkouden. Straks is het Corrie. Dat hoop ik niet. Oh. Oké. Het spel wordt hier al langzamer. Ik zie hier al mensen. Oké. Ik ga denk ik richting het begin. Ik ga naar het begin. En dan is het denk ik tijd om te gaan beginnen. Met de... Oh ja. Mensen zijn een rijtje aan het maken. Dit is fantastisch. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn de beste. Woep woep. Oké. Ik ga denk ik beginnen met het laten zien van het rijtje. Oh, hier loopt hij ook helemaal. Wacht, jullie zijn nog verder begonnen. Jullie zijn dus achteruit gegaan. Oké, zal ik gaan beginnen? Ja, dat is denk ik wel het leukste, hè? Ja, oké, laten we gaan beginnen met het rijtje laten zien. Hier zijn jullie zo te zien begonnen. Kijk, daar gaat het al. Daar begint de rij al. Oh, hoe cool is dit? Ik ga ondertussen ook foto's maken, dat was leuk. Oké, de rij begint met... Oké, we gaan beginnen. Een rijtje van Fort Pinta naar Moorland in 3, 2, 1. We beginnen met Abigail, Simone, Mea, Zoe, Jana, Bambi, Tony, Sabrina, Eline, Sophia, Laila, Mea gaat uit de rij, Fiona, Lisa, Marie, Prinses, Altum, Lila, Saki, Linda, Sonja, Mariam, Alyssa, Willow, Linda, Arja, Quinn, Angelica, Kimi, Kayla, Alba, Emma, Abra, oh, Michelle, oh, Elise, Dalia, Elise, Hanna, Lydia, Tindra, dit klinkt als Tinder, Kyra, Nova, oeh, Benedictica, Iris, Bo, Jasmine, Charlotte, Aloma en Vinka. Oké, er staan zoveel namen, maar ik hoop dat je jezelf terug ziet op beeld. En sorry als ik sommige namen verkeerd uitspreek, want het zijn echt heel veel namen. Maar kijk, hoeveel mensen hier staan. Oh, dit is bizar. Oké, hier moet hij nog laden, denk ik. Want hier zit sowieso staan hier mensen. Ja, kijk, daar staan ze. Daar komen ze tevoorschijn, hoor. De mensen van Star Stable. Dit is toch fantastisch. Kijk hoe lang. Even snel een fotootje maken. En we gaan weer verder met Bambi. En wie komt er nou? Ja, de rij gaat alleen maar weer verder, hoor. Wat is dit toch leuk. Oké, Daisy. Wie komen er naar Daisy? Want er staan er sowieso weer meer. Waar zijn ze? 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 Ja, daar komt iedereen weer. Woehoe! Star Stable, die kan het gewoon niet meer aan. Het zijn zoveel mensen. Het loopt helemaal vast. Oké, en wie zit er naar Haley? Ja? Ja, daar komen ze hoor. Wow, er zijn zoveel mensen. Wat een lange rij. Oh, wat is het jammer dat we niet iedereen kunnen zien. Maar dit is ook al lang heel erg leuk. Oké. Ja. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Gaan jullie over het pad heen? Of gaan jullie via de afsnijroute? En het gaat via... Oh nee, waarom loopt hij nou vast? Ja, hier gaan ze! Oh, het rijtje wordt wel wat chaotischer, merk ik. Want mensen die al uit de rij zijn gegaan, die gaan weer verder. Wacht, waar loopt de rij? Ik ben het even kwijt. Oh, hier loopt hij, hier loopt hij. Bij Nadia eindigt het weer. Nee, hier gaat het verder. Oh, hier. Ingrid staat erin. Daphne. Hé, hey, die heet Daphne. Wat grappig. Mele beeld schrok er gewoon van. Oké, ja, hier gaat het verder. Ja, kijk. Oh, het gaat wel steeds meer in hapjes. Star Stable laat niet iedereen meer zien. Maar ik denk dat het ermee komt. Ja, kijk, hier gaat de rij. Ik denk dat komt omdat er zoveel mensen in mij lopen. Jongens, alsjeblieft niet in mij lopen. Want ik vind het leuk als we het rijtje kunnen zien. Oh, en lukt het? Ja, het lukt. Oh, maar er komen wel steeds meer mensen. Oh, dat is toch wel jammer. Want ik weet zeker dat de rij heel erg lang is. Maar de mensen die braaf in het rijtje staan, die zien zichzelf nou niet terug. Oh, wow, die rij wordt heel breed. Oh, wow. Wow. Oh, kijk hoeveel mensen. Ah, ik vind het wel jammer. Oh, kijk, ja. Hier gaat het rijtje. Ik hoop dat iedereen zich samen terug ziet op beeld. Want ik vind het wel jammer. Want natuurlijk de mensen die achteraan in de rij staan. Ja, die gaan uit de rij. Dat hoeft niet meer. Maar daar, als ze dan bij mij gaan staan. Dan kunnen de mensen die in het rijtje staan. Die zien zichzelf niet meer terug nu. Want er staan zoveel mensen. Ik denk dat bij Morgan de rij nog verder gaat. Maar dan is de rij nog heel erg lang. Oh, ja, hij loopt helemaal nog hier. Harley. Hier staat hij nog stil. Waar is Daphne dan? Hier zo, ik loop hier. Alleen het staat hier gewoon helemaal vol. Oké. Ja. Daar gaat hij weer hoor. Ah, ik vind het jammer. Ik kan niet iedereen meer zien. Nou, wacht als ik even iets... Oh, ja. Hier staan nog wat mensen stil. Ah...
Wat vindt hij? Hij gaat helemaal door in Moorland. Zal ik ietsjes verder gaan? Maar ik vind het wel jammer, zielig voor de mensen die hier zo stilstaan. Ja, hier staat hij nog. Ja, de rij gaat hier nog steeds. De rij gaat nog steeds verder. Alleen doordat... Ja, Starstable laat gewoon niet alles zien. Dat is jammer, want ik weet zeker dat hier ook allemaal mensen staan. Ja, 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 kijk, kijk, daar gaat de rij, daar gaat... Daar gaat de rij. Hij gaat gewoon verder. Ja, kijk, kijk, daar staan, ze staan allemaal stil. Wat ontzettend leuk. En dan komen we... Ja, 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 hier gaat de rij. Ja, hier gaat de rij. Zou die dan helemaal tot aan Zilverkleed komen? Dat zou toch gaaf zijn? Oké, okay. Hier staan er ook twee stil, dus hier gaat de rij ook. Ja, 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 ja. Kijk, al die mensen staan wel stil. Het gaat nog steeds verder. Oké, okay, ik ga ietsjes verder. Kijken of ik dan al die mensen weer kan zien. Als het spel een beetje vast gaat lopen, dan kan je merken dat de nieuwe mensen... Ja! Dat de nieuwe mensen in beeld komen. Wow, er staan zoveel mensen. Oké. Okay. Als het spel vast gaat lopen, dan komen de nieuwe mensen. Nu loopt het vast. Ja. Yes. Dan gaat hij dus even nieuwe mensen binnenladen. Oké, okay, deze mensen staan ook stil. Hier zitten sowieso ook mensen. En ik ga even iets sneller. Ja, wojo! Oh, en het gaat dus ook door het Moorland door. Wat zullen mensen wel niet zeggen in de chat allemaal? Oh, die chat die loopt helemaal, helemaal vol. Er stond nog een beeld. Wow! Kijk hoeveel mensen er zijn. Dit is toch fantastisch? Dit is zo leuk. Ah, oh, wacht, even ga een fotootje maken. Zo. Oké. Okay. Hij gaat toch helemaal tot aan hier? Kijk, deze mensen zijn allemaal stil. En dan gaat hij ook door het dorp als het goed is. Als er nou mensen kijken die helemaal niet mijn video's kijken. Die denken echt van, wat is dit? Wordt iets raars. Maar ik ben het eigenlijk een beetje kwijt nu. Want ik, jawel, hier staan mensen nog wel stil. Jawel, de rij gaat nog steeds door. Dit is toch fantastisch. Maar ik was hier ongeveer geëindigd met mijn introductie. Zou ik nog tot dan hier verder gaan? Ja, oh no. Dit is echt heel veel. Er zijn zoveel mensen. Oh, dit moet even weg. En hier dan? Oh ja, dit is echt heel erg. Het gaat tot heel ver door. Zou het tot aan Zilverkleed doorgaan dan? Want ik zei natuurlijk ook hier zo. Van hier omhoog. Oh. En zijn... Ja, hier zijn ook mensen. Maar... Wow! Dit is echt heel veel. En nu? Oké, okay, ik denk dat we er maar bijna een einde aan gaan breien aan die ding. De rij. Nou, hier staan mensen wel iets minder stil. Of het laat niet allemaal zien. Maar ik vind dat we het wel fantastisch hebben gedaan, jongens. Applaus voor jezelf. Bedankt voor de goede rij. Woe, ik vond het heel erg leuk. Dit was wel heel erg mooi, zeg. Dit was echt een hele lange rij. Oh, ja, iemand zei nog in de chat iets wat heel erg leuk is om te doen. En ik denk dat dat wel een leuk afsluiten is voor de livestream. Want ik ben al... Ik heb echt geen idee hoe lang ik al live ben. 1,5 uur. Dat vind ik heel erg lang. Dus je bent nou eigenlijk een complete film aan het kijken. Als je al vanaf het begin tot eind kijkt. Maar laten we nog een leuke afsluiten met z'n allen gaan doen. En laten we dat gaan doen op... waar is het leuk? Op Star Rider gebied? Nee, niet Star Rider gebied. Ja. We gaan met z'n allen een wild paard worden. En dan gaan we als wilde paarden... Rennen over het strand van Moorland. Nee, ik heb dat een keer eerder gedaan dat we met z'n allen een wild paard waren. En dan gingen we over het strand rennen van Moorland. En dat was echt super cool. En nu zijn we met 1000 mensen. Oké, okay, nu iets minder. Maar dat is heel erg gaaf om dat te doen. Dus laten we dat met z'n allen gaan doen. Naar Zuiderhoef. Ja, maar Zuiderhoef is wel het mooiste plekje daarvoor. Alleen het nadeel is dat niet Star Riders niet kunnen meedoen. En ik vind het wel leuk als iedereen kan meedoen met het... laatste coole ding. En laten we even gaan beginnen daar zo in het hoekje bij die vuurtoren. Woehoe! En dan gaan we over het hele strand. Als wilde paarden. Echte wilde paarden. Woehoe! Over het strand rennen. Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Want Star Stable laat natuurlijk niet iedereen zien. Dus ik hoop dat iedereen elkaar kan gaan zien. Doei, ik moet gaan. Eet smakelijk. Oh, mensen moeten eten. Ja, daarom ga ik hem ook zo afsluiten. We gaan nog even als wilde paarden rennen over het Moorlandstrand. Ik heb netwerkfout. Oh no. Gaan we weer beginnen? Oké, okay, dit wordt het startpunt bij deze grappies. Ik vind dit wel een mooi startpunt. Oké, okay, even wild paard worden. Wordt een wild paard. Oh, dan moet ik natuurlijk ook mijn tuig uitdoen. Anders is het een beetje raar. Oeh. Waarom wordt hij zo agressief? Oh, ik moet nog even mijn geluid aandoen. Anders hebben we geen... Ja... Die mag gewoon zo. Die mag hier. Ja.
iets meer geluid. Iets meer sound effects, anders is het een beetje saai. Oké, go, 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 go. Het is bijna tijd om te gaan beginnen. Allemaal wilde paarden. Nee, nog niet allemaal. Nog niet iedereen is wild. Maar waarom zie ik sommige mensen wel nog op een paard zitten? Dat is echt raar. Wordt een wild paard toen andere wilde paarden? Ja, waarom gaat niet iedereen als een wild paard? Vinden mensen het niet meer leuk? Niet iedereen wil een wild paard. Oh. Nou, ik vind het tot nu toe al heel erg leuk. Kijk hoeveel wilde paarden er zijn. Dat ziet er ook zo uit, hè. Want jaren geleden kon je op Star Stable dus niet eens een wild paard worden. En nu zijn er gewoon... Ja, is dat heel standaard. Kan het gewoon. Iedereen kan nu een wild paard worden als je dat wil. Dat is toch heel gaaf. Oké, maar iedereen verdwijnt weer. Nou, word een wild paard als je nog geen wild paard bent. Oh, nee, nog niet rennen, jongens. Als je nog geen wild paard bent, word het dan snel. Want dat is heel erg leuk voor de video. Als we met allemaal wilde paarden over het strand gaan rennen. En, oké, zal ik gaan aftellen en dan gaan we beginnen? Dan wacht ik even totdat... Nee, dan ga ik niet wachten. Ik wou zeggen totdat het in de livestream live is. Maar, oké, we gaan bijna beginnen. 3... 2, 1 en go! En ik start voorzichtig, want ik weet dat de livestream iets achterloopt, dus dat niet iedereen het kan zien. Oh, hier lopen al heel veel mensen! Wow, ja! Yeah. Wow! Ja, oké, nu is het denk ik live, want nu zie ik de mensen rennen. Nou, dit is toch cool! Kijk hoeveel wilde paarden! Dat is toch echt wel weer anders dan dat je allemaal poppetjes erop ziet. Wacht, wat ik eigenlijk moet doen is die spelernamen uitzetten. Nee, maar het is leuk als jullie jezelf terug kunnen zien op beeld. Waarom heeft dat paard een raar bolletje boven zijn hoofd? Oh, hij is nou weg. Kijk hoe cool. Nou, dit is toch schattig. Kijk hoeveel wilde paarden er zijn. Dit is toch schattig. Kijk ook die ene daar met tuig. Oh nee, die gaan er een paar weg. No, ik wilde alleen even een coole foto maken. Oh, dit is heel cool. Ik vind het er toch weer... Kijk ook hoeveel aflingers. Ik vind het er toch weer anders uitzien dan als er poppetjes op zitten. Ik vind je zo top. Ah, dankjewel. Wat lief. Nou. Ik vind het wel heel cool hoor. Zo met al die wilde paarden. Oh. Oh, we zijn bijna bij het einde. Nou, dan gaan we nog een keertje terug. Ja, hier, dit is ongeveer het einde. Laten we weer gaan omkeren. En dan rennen we zo weer met z'n allen terug. Ik vond het wel heel vet, hoor. Het ziet er echt heel cool uit. Alsof het zeg maar geen spelers zijn. Alsof dit geen echte mensen zijn, maar gewoon de Star Stable... Oh, mensen gaan al terug. Alsof dit gewoon de Star Stable spelers zijn. Oké, daar gaan we, hoor. Nog een keertje terug. Tam, 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 tadam, tam, tadam, 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 tadam. Oh, dit is cool, jongens. Dit ziet er echt heel... Kijk hoeveel wilde paarden. Moet je kijken. Dit is gewoon een complete... Er zit een paard in mijn ingewanden. Maar dit is gewoon een complete kudde. Het is net die film van Spirit of zo. Zoveel wilde paarden. Nou, dit is fantastico. Kijk hoeveel. Ik vind het echt heel leuk. Dit is toch mooi. Dat is zo leuk aan die... Als je dan livestreams hebt met heel veel kijkers. Dat kan je dit soort dingen doen. Dat is toch bijzonder. Kijk hoeveel. Kijk als je dit zo doet. Nou, ik vind het echt fantastisch. Wow, oké, er is eentje gewoon grazend aan het rennen daar. Wow, maar elke keer verschijnen er ook weer nieuwe paarden. Dat ziet er ook wel cool uit. Kijk hoeveel. Dit is mijn kudde, jongens. Dit is mijn kudde met wilde paarden. Woehoe! Oké, zullen we nog één keertje heen en weer rennen? De laatste keer. Oké, de laatste keer gaan we heen en weer rennen. Nog één keertje terug. Oh, er zijn een paar mensen uitgegooid uit Star Stable. Oké. Daar gaan we in 3, 2, 1. Ja, het heeft niet zoveel zin om af te tellen, want jullie zien het pas later. Kijk, sommige mensen die gaan ook al gewoon automatisch nog een keertje. Nou, het zijn ook echt zoveel paarden, want ik ga nou niet eens full speed. En elke keer kom je weer zo'n nieuw groepje met paarden tegen. Er zijn zoveel mensen op het spel. Wow! Kijk hoeveel. Dit is toch vet, zoveel wilde paarden. Nou... Kijk hoe cool dat eruit ziet. Al die paarden. Nee, ze verdwijnen. Oh, ze staan allemaal stil. Iedereen staat stil met zijn wilde paard. Dat ziet er ook apart uit. Als je zo'n bovenaanzicht hebt met die hele kudde. Wow. Kijk, nou ben ik de leider van de kudde. Dit zijn al mijn paarden. Al mijn veulens. Nou, dit is toch heel erg leuk. Vinden jullie dit ook cool om te zien? Ik vind het wel vet om te zien hoor. Kijk, wacht. Daar is weer dat paard met dat bolletje. Oh, please, niet verdwijnen, niet verdwijnen. Kijk, dit. Wat is dat gekke bolletje? Deze. Anja. Wat heeft zij op haar hoofd? En er komt af en toe een roze poepje uit haar hoofd. Kijk, wat is dat? Wat heeft zij? Hoe kan dat? Oh, ze is nou weer weg. Is dit zo'n effect wat je kan activeren of zo? Oh. Nou, jongens, ik vond het echt fantastisch leuk. Ik denk dat het tijd is om de livestream te gaan afsluiten. Oh, ik vind het zo stom om te zeggen. We gaan nog één keertje terug. Oké, dan gaan we hem daar afsluiten. Dat vind ik altijd het moeilijkste van de livestream. De livestream gaan afsluiten.
Oké. Okay. Nog één keertje kijken naar de kudde van mensen die nu kijken. Dit is toch fantastisch? Ik ben ook heel erg benieuwd. Hoeveel mensen kijken nu en spelen ook tegelijkertijd Star Stable? Oh, iedereen is weg. Wow, ja, kijk er weer. Ja, dan komen ze weer aan. Naar. Hoe vaak zie je dit nou? Dat zie je toch bijna nooit? Kijk hoe gaaf. Zoveel wilde paarden. Het, oh, nou, dan verdwijnt het weer. Het is gewoon één grote chaos. Nah. Ik hoor een ekster. En eksters zijn niet goed. Nou, eksters zijn wel goed hoor, maar dat zijn ook roofvogels. En er zitten veel jonge vogeltjes in de tuin. Dus af en toe even spieken of de eksters niet die jonge vogeltjes opvreten. Maar, iemand zegt laat een hartje achter als je Daphne lief vindt. En dan laten mensen hartjes achter. Wat lief! Nou, jongens, ik vond het fantastisch. Ik vond het een hele leuke livestream. Ik heb echt van genoten. We hebben hele leuke dingen gedaan. Super veel mensen die keken. Dat vond ik heel erg leuk voor de feest livestream. Oh ja, over feest gesproken. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik slingers ging ophangen op mijn banner hierachter, maar dat ben ik vergeten. Nou ja, yay, nog een beetje slingers. Maar ik vond het echt fantastisch. Ik vond het een hele leuke livestream. En ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. En ik vond het echt heel leuk. Het liefst ga ik echt nog 3 uur lang door, maar ja, dat kan ook niet. Ik moet nou de livestream gaan afmaken, dan moet ik zo meteen gaan eten, dan moet ik weer verder editen aan de video. Dus hoe langer ik nu doorga, hoe later ik straks weer in bed lig. Dus ik hoop dat jullie deze... Oh, we hebben bijna het kampioenschap van Fort Pinta. Maar nee jongens, dat ga ik echt niet doen, want dan wordt het echt te laat. Maar ik hoop dat jullie deze livestream heel erg leuk vinden. En dat jullie ervan hebben genoten. En dat jullie geabonneerd zijn op mijn kanaal. Want ja, er komen nog vaker livestreams aan. En heb je deze livestream nou gemist? Nou, abonneer dan op mijn YouTube kanaal. En zet het belletje aan. Want dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video upload. Maar ook als ik een keertje live ga. Dus doe dat gelijk en dan ben je er altijd als eerste bij... Als er een nieuwe video wordt geüpload, een nieuwe Star Stable video, slijg video of vlog of natuurlijk een livestream. Dus ik zou zeggen, doe het belletje aan, abonneer op mijn kanaal en dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. Ik hoop dat jullie dit echt een hele leuke livestream vonden en ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer dan maar weer. Oh, ik vind het zo moeilijk om livestreams af te sluiten, maar ik vond het heel erg leuk. Ik vond het echt super leuk jongens, dus dank jullie wel. En bedankt voor de livestream. Ik ga hem uitzetten, ik hoop dat het lukt. Want soms dan gaat het fout. Maar ik vond het heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het een hele leuke livestream vonden. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke livestream vond. En jullie zijn allemaal super lief. Dank jullie wel. Doei doei. Nou blijf ik nog even heel lang zwaaien. Want ik weet niet of die uitgaat als ik... zeg maar soms loopt die 30 seconden achter. Dus ik blijf nog even zwaaien. Nou jongens, ik vond het fantastisch leuk. Bedankt voor het kijken. Doei doei.